Welkom bij Inksmijters, de tattoo podcast van Nederland. We gaan het hebben over alles wat met tatoeëren te maken heeft. Wil je dit niet missen? Abonneer je dan op Inksmijters, de podcast. Nou, welkom bij Inksmijters, een nieuwe aflevering van Inksmijters, de podcast dus. Oh, ik dacht dat ik bij K3 de nieuwe K3 zat. Ja, nou ja, dat kan ook. Ja, dat bedoel, dat weet je niet. Maar je vandaag... Je hebt hier ja, ja, maar staat me goed toch. Vandaag super gezellig gezelschap weer. Nicky van Windrout en die van Rens. En Nicky uit Wiegen van Tattoo Nicky. En die Rens bij True Blue Tattoo Eindhoven. Vele guestspots, waaronder Swallow Ink, Ink Tattoos, voor mij Tatelier 073. Ja, mist op waarschijnlijk nog wel Ink. Ja, overal weggetrapt, door het hele land. Je houdt ervan om eventjes overal te ja, zitten. Ja, gewoon even een gezellig babbeltje maken, even een paar dagen met een paar leuke gasten werken. En er is ook wel vraag naar je werk, hè? Ja, ik sta altijd wel vol meteen. Ja, nee, want je bent meer gespecialiseerd in geometrisch, mandala. Ja, dat, ja mandala's, geometrie, veel dotwerk, mandala's. Is dat Mandela of mandala of mandala? Ja. Wat ja, is het nou? Het is verbazingwekkend hoe vaak mensen mandala zeggen, maar het is toch echt mandala. Zelf een Maori tattoo. Ja, ja, precies, precies. Oké, okay, sorry, ga verder. Ja. Ja, nee, dat eigenlijk. Veel stippeltjes zetten heel de dag. Voordat we er even verder over gaan, kunnen we even wat werk laten zien van Andy? Dat is echt bizar ook, hè, wat die jongen maakt. Ja. Ja, ik heb het alweer gezien. Ik word onmisselijk als ik naar kijk, jongen. Echt, de hele je dag kijkt doe je dat. Op, hè? Wat doe je dat de hele dag, Andy? Alleen dotten. Ja, ik denk dat ik ondertussen wel een beetje Parkinson begin te krijgen ervan, maar ja. Hoe ben je erop gekomen? Ja, ik weet niet. Ik begon eigenlijk vroeger al met mandala's tekenen voordat ik tatoeëerde. En ik wist eigenlijk meteen dat ik dat door wou zetten, ook toen ik begon met tatoeëren. Maar heb ik eerst een tijdje van alles gedaan. En toen ik dat niet meer wou doen, heb ik eigenlijk heel veel designs gemaakt. Heel veel gepost. En eigenlijk binnen no time zat ik een paar maanden vol. En toen kon ik alleen nog maar dat maken. Dat was top. Ja, want jij tatoeëert nou 4 jaar. Nee, 7 jaar. 7,5 jaar. Nee, ja, 7 jaar, sorry. Ja. 7,5 jaar. Maar toen jij begon met die mandala, zeg maar. Toen was jij deed uitprinten nog van internet, die rondingen. Wow, om ja, in te toen was het nog op papier. Dan was ik met een geodriehoek en een passer en een lineaal. Waren we eerst vakjes aan het tekenen van 60 graden. Ja, precies. Die intekenen, onder het kopieerapparaat gooien. En knippen, plakken. Dus wat dat betreft is het nou echt fantastisch dat je die iPad hebt, hè? Ja, de iPad heeft mijn tekentijd van 1,5 uur naar 10 minuten En toen kregen we, wat teken je eerst mee? Met wat voor programma? Ik ben eigenlijk meteen begonnen met Paintstorm om te tekenen. Nooit met die Amazon, nee, hoe heet die? Ja, Mesiograph. Die heb ik wel heel kort gebruikt, maar ja, die vond ik echt niks. En, niks? Ik bedoel, het is toch hartstikke makkelijk als je kan ze verstellen, je kan... Ja, ik vond dat je heel weinig opties had om de brush nog een beetje te fine-tunen. Zoals je er voor je eigen hand, voor je beweging, dat het goed werkte. En Paintstorm werkte daar meteen goed voor mij. Dus Paintstorm is eigenlijk zo'n programma, uitgebreider. Ja, voor, om dat soort dingen te doen. Patronen maken, mandala's maken, echt... Gewoon in de App Store staat die ook? Ja. Voor? Wat kost die dan? €12. €12 ongeveer. Ja. Ik weet niet zeker, maar €12. Maar uitgebreider, kijk, ik heb helemaal niks met computers. Dus ik werk wel met een iPad, maar ik bedoel... Hij is wel moeilijker. Ja, het is wel een moeilijker programma. Het is niet gangbaar voor iedereen, zeg maar. Ja, je moet er even tijd in stoppen en dan lukt het wel. Maar een Procreate bijvoorbeeld is wat makkelijker. Als je niet iedere dag ermee bezig bent, dan is dat al makkelijker. Daar gaan we zo daar even snap op... ik ook een kut van. Nee, daar gaan we zo even op verder. Want ik wil nog wel even wat dingen. Nog, natuurlijk over die mandala-achtige dingen. Waar je inspiratie natuurlijk vandaan komt en al die dingen. Ja. Maar Nicky, goedenavond jongen. Goedenavond. 15 kilo lichter denk ik. De laatste keer dat ik je gezien heb. Ja, sowieso. Dat is alleen maar een baard hè, wat ik eraf gehaald heb. Nou, dan zitten we 15 kilo goud dan. Dat is wel natuurlijk. Nee, maar hoe gaat het met je jongen? Ja, lekker goed. Goed. Shoppie in Wiegen. Ja, loopt goed. Druk. Ja, lekker druk. Goed werken. Irritante ventje met die kleuren wel hem. Hè? Ja, ik maak bijna geen kleuren meer, Mat. Er is bijna geen vraag meer naar. Ja, ongelooflijk. Kut is dat. Ja, super kut. Want ik doe graag kleuren. Maar het is
Denk als ik nou van de 30, 40 sleeves dat er misschien eentje een beetje kleur in zit, toch? Echt, hoor, ja, bijna niks meer, man. Zonde, zonde. Het is allemaal black en grey. Wel lekker lomp grof opgezet, maar ja. Ik wil wel meer kleuren weg, maar... Ja. Oh, ja, kijk, gelijk eventjes hierachter. Als we even die kleuren gaan bekijken. Ah, dat is allemaal gefotoshopt, hè? Dat is allemaal nep. Dat is allemaal, dat niet is uit, allemaal nep. Het is allemaal nep. In het echt ben ik gewoon een amateur. Ja, ik denk dat die tattoos ook niet eens voor jou zijn. Die heb ik gejat. Nee, ik heb gewoon van iemand anders. Ja, dat denk ik ook altijd. Je hebt van Ron Voets gejat. Ja, ik ben in een korte tijd, tenminste, wat je tatoeëert dan, dus dan ben je echt, heb je echt wel een naam gemaakt. Zelfs natuurlijk als Andy. Ik bedoel... Een goede of een slechte zin. Nee, maar een goede naam. Ik bedoel... Ik denk bij de mensen in goede zin, bij de mensen op conventies we kunnen het niet vermijden, niet alles. Ik bedoel, daar moet je naar kijken. Ik bedoel, ik vind het schitterend werk ook wat je maakt. En ik kende jou van die conventies natuurlijk. En toen zat je bij... Toen dacht ik van, er komt niks van terecht. Nee, maar ik wist niet eens dat jij tatoeëerde, want jij was bij Joop en Boy mee. Ja, klopt. En jij kwam toen ook bij mij kijken. En weet je wel, je gezellig zit al, maar jij was al aan het tatoeëren dus, tenminste. Tenminste, je was bezig. Ik ben, nou, denk ik... 12 jaar toch wel bezig, hoor. Toch 12 jaar, ja. Uiteindelijk wel. Ja, misschien met leren erbij, weet je wel. Uiteindelijk prikken geen 12 jaar. Misschien 10 jaar of zo, maar... Want jij komt bij Joop en Boy vandaan uit, klopt. Uit Den Bosch. Ja, daar heb ik gewoon, die waren mijn rug aan het tatoeëren. En daar zat ik gewoon heel veel. Dan ben ik op een duur ook mee naar die conventies gegaan. Ja. Konden we, zeg maar, spulletjes in mijn bus. En toen vroeg Joop op een duur, wil je gaan tatoeëren? Ja. Was mijn intentie helemaal niet of zo. Maar ik denk, ja, dat kan ik toch altijd beter volhouden als heel een dag over de specie kruipen, ja, weet je. Ja, precies. Wat deed je hiervoor dan? Ik ben hiervoor tegelzetter geweest. Tegelzetter, ja. Dat is even wat anders, ja. En toen dacht ik van, ja, als ik dat al niet kan, dan zoek ik maar iets anders. Maar jouw passie zo, lag dat, je had altijd wel wat met tattoos dus, je tekende? Of ja, je... mooi gevonden. Tekenen, ik kan wel wat tekenen, maar... Ja, het was nog niet eens eigenlijk mijn intentie om te gaan tatoeëren, totdat hij het vroeg. Je rolde er gewoon in. Ja, ik rolde er gewoon in. Ja, en toch ook bij goede tatoeëerders, hè, Boy. Ik weet het. Dat is gewoon super werk. En goed op de ouderwetse manier geleerd, vind ik. Ja. Vind ik ook belangrijk. En ja, jij, Andy? Waar kom jij eigenlijk? Bij wie ben jij begonnen? Begonnen bij Tattoo Joey. En begon eigenlijk in eerste instantie, bracht ik de leerling van hem, Jules, die bracht ik in de weekenden naar de shop. En hielp ik de shopmanager een beetje mee. Het was niet echt de bedoeling om te gaan tatoeëren. En toen heeft Joey eigenlijk een tijdje later gevraagd dat ik zin had om in de leer te gaan bij hem. Omdat je aan het tekenen was? Ja, als ik daar niks te doen had, dan zat ik in een hoekje wat te tekenen. En als het druk was, dan hielp ik de shopmanager een beetje mee. En... ja, toen ben ik leerling geworden, de eerste paar maanden veel moeten tekenen, tekeningen laten checken, verbeterpunten, meer tekenen. En daarna je eigen tatoeëren, of oefenhuidjes, daarna jezelf, daarna Oh, je hebt vrienden. Oefenhuidjes gezet, ja? Ja. Vond je irritant? Jawel. Ja, je weet niet beter. Ik bedoel, dat is het eerste wat je aangeraakt met die machine, dus ja. Dat zei je, kan je niet vergelijken met elkaar, toch oefenen uit. Nee. Maar hoe lang heb je uiteindelijk zitten tekenen? Niet lang hoor, een maand of 5 denk ik. Okay. En dan moest ik 15 schetsen inleveren in een week. En 5 A4'tjes met script aan allebei de kanten. Kreeg je opdracht ook van tevoren? Ja. Dit moet je tekenen, flessen, weet ik wel. Ja, precies. Dat is wel een goede leerschool, toch? Ik bedoel dat je opdrachten moet maken. Zeker. Ik bedoel, ik denk dat het me wel heel erg geholpen heeft om er beter in te worden. Want je moet zoveel tekenen. Als je het dan iedere dag ook doet, dan leer je er ook echt van. En daarvoor tekende ik één keer in de week even een avondje. En dan gaat het helemaal niet zo hard. Maar als je ineens iedere dag aan het tekenen bent, dan zie je jezelf ook hard de lucht inschieten. En dan is het ineens heel belonend om er mee bezig te zijn. Maar wat teken je toen? Ook mandala's? Echt alleen maar mandala's en ornamenten. Mandala. Was AD Itameda een inspiratiebron voor jou? Ja, zeker. Dat was echt wel een van de eerste. Gewerkt. En Thomas Goosters ook, heel Thomas, erg. Ja, dat vond ik super tof. Waar zit hij eigenlijk, joh? In Zeeland. Ja, Vlissingen of zo? Ja, of Hulst, ergens in die richting. Parabola? Parabola tattoo. Of parabola mij tattoo. In Zeeland. Maar hoezo Zeeland dan? Ik bedoel, ja, weet niet, hij zat eerst bij Dragon, dacht ik. Volgens mij heeft hij gewoon zijn eigen plekje. Ik ben toen met hem begonnen bij All or Nothing in Nijmegen. En toen vanuit daar is hij volgens mij naar Dragon gegaan, inderdaad. En
Uiteindelijk is hij, geloof ik, voor zichzelf begonnen. Ja, heb je gewerkt ook met hem of niet? Nee. Ik heb hem één keer tijdens het stappen tegengekomen en voor de rest eigenlijk nog nooit. Maar ik vind zijn werk is wel altijd inspiratie geweest, vooral in het begin. En AD Itameda, is dat? Ik denk dat hij toch wel. AD die kwam vanuit Indonesië. En wanneer heb ik nou? Over 2011? Nee. 2000, ja, één jaar. Wij waren één jaar open. 2011 kwam hij naar Nederland. Toen kwam hij bij Bart. Uit Amersfoort, oké, Coral terecht. En hij is een Indo. En Bart is een beetje een goede shop, maar een bikershop. Weet je. Want dat is niet een jongen waar hij zich thuis voelde. Laten we het daarop houden. Hmm. Weet je? Dus hij kwam kijken. Ja, ik ben een half Indo. En hij voelde zich thuis bij ons. En hij zegt, kan ik bij jou werken? Ik zei, ja, is goed. Ik zeg, maar laat maar zien wat je maakt en alles. Weet je. Want, nou, dat was echt niet normaal. Hè, ja, nou? Echt gelijk. Ja. Een hele nieuwe stijl. Ja. Ik denk... Maar ook niemand in de weg ermee zitten. Dus dat is. Dus ik denk, hè, ik weet niet hoe jij erover. Ik weet niet, misschien zit ik helemaal verkeerd hoor, maar dan moet je aan me zeggen. Dat hij toch een van de grondleggers in Nederland is geweest. Denk je niet? Ja, hij heeft toen dat borststuk gezet van die voetballer. Ja, ja, met Nigel de Jong. Wat helemaal rondgegaan is. Ja. En ik denk, hij heeft wel heel erg een eigen stijl in wat hij doet. Je ziet heel erg Klopt. Die Indonesische afkomst. Hè? Veel elementjes erin. En, ornamenten. Op een gegeven moment heeft hij dus ook bij Jeroen Franke gezeten. En dan zie je dus ook, daar zie je ook meteen een hele hoop invloeden van in zijn werk. En vooral zijn lijnen. Het is super, super eigen en super sterk werk gewoon. Ja. En dat heeft sowieso wel geholpen met ook in de ontwikkeling van mijn eigen stijl. Klopt. En ik denk dat, ja, in het begin waren het echt Thomas en hem. Maar wat AD ook deed, doe jij dat ook bezig nog, dat hij alles telde? 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Nee. Als je ernaast zit, ben je knettergek. Moet je bijbetalen als je een puntje zet. Kost meer geld als je over de 20 kwam. Doe jij dat ook dotwork of niet, Nicky? Jawel, regelmatig wel. Maar probeer dat altijd een beetje te verdelen in mijn sessie. Want als ik 3 puntjes zet, dan krijg ik er echt in mijn zenuwhart voor. Ja, je wordt wel schil na een tijdje. Ja, ik probeer als ik een mandala zet, zet ik lijntjes. En dan doe ik een paar vlakjes, doe ik puntjes zetten. En dan ga ik lekker schaduwen. En dan ga ik daarna weer een keer puntjes zetten. Oh, 3 puntjes, dat trek ik niet. Ja. Dat zit erin na een tijdje, die beweging. Als je het iedere dag alleen maar aan het doen bent, dan... Krijg je geen los van je pols? Nee, als je een hele lange dag hebt gehad, na een uur of 6, dan... Ja, maar heb je daar nou een bepaalde techniek in dat je... Want ik heb het wel eens gedaan, ik denk op een gegeven moment, ik heb er geen geduld voor. Dus op een gegeven moment, ik zette mijn naald er zwaar uit en dan dus die naald stuitende... Ja. Zeg maar een beetje over. Nee, ik heb gewoon een hele spastische beweging die erin zit. Ik begin gewoon een beetje zo. Maar inderdaad, je verkramp jezelf niet of zo, of wel? Nee, dat valt wel mee. Nee, het is echt gewoon eigenlijk een trilbeweging maken en een bepaalde beweging erin houden, waardoor die wel constant blijft. En dat is eigenlijk het trucje. En als jij hem dan aanzet, zeg maar, je gaat aan, ik ben vol zwart of schaduw. Zet je hem dan ook, schaduw je hem dan ook nog of niet? Soms wel. Ja, soms wel, ja. Maar ja, ook lang niet altijd. Het is maar net wat ik wil bereiken met het stuk. Ik heb één stuk gezien. Ja, al die stukken vind ik mooi. Daar gaat het niet om. Maar één stuk bij die vrouw met die twee mandala's achter de oksel. Hebben die niet op een foto? Die is niet normaal. Die is echt... Ja, volgens mij hebben we die niet uitgezocht. Dat is een vrouw en die heeft die twee mandala's. Vanuit de oksel, middenpunt de oksel. Juist, en die loopt echt rond. Die, als je die eens wil zoeken, die is echt bizar. Ja, die is echt... het plaatsen ervan de eerste is vrij makkelijk om te plaatsen. Hoe lang ben je bezig geweest met dat plaats alleen? Nou, hij is verbazingwekkend. De eerste pro ging goed gegaan. Echt waar, ja? Maar okay. Het is gewoon... Ja, het is veel uittekenen. En de eerste keer weet je gewoon... Het middenpunt moet gewoon in de oksel zitten. Punt, weet je wel. En je wil een punt naar boven hebben. En een punt recht naar het midden toe hebben. En de rest zie je niet. Dat volgt het lichaam. Dit zijn de meest onlogische dingen om te plakken, dit. En ja, ik bedoel... die andere daarna was het ook echt allemaal lijnen aan het zetten. En het stenteltje zo houden. En uiteindelijk is hij vrij snel goed gegaan. Maar het was wel even... Het is gewoon veel rekenen en voorbereiden. En dan komt het wel goed. Ik wil even die foto hebben, man. Ik moet even... maar die moeten we hebben. Want anders kunnen we... Anders dan weten de mensen, de luisteraars... Kijken waar we het over hebben. Weet je? Dus dat ik, is, ik kom er wel. Ja, juist. Die ja. Bij een vrouw. Het zijn er 2. Ja. Ja, heb je hem al? Dan kap ik met zoeken. Ja, kijk. Dat is... Die is zo bizar. Ja, die plaatsing. Dat was ook wel leuk. Was echt wel een vet project om te doen.
Maar toen hoe stop je nou bij die arm? Halverwege die arm? Het is gewoon echt één hele mandala. Ja? En de middenlijn is eigenlijk gewoon waar de ribben zitten en aan de binnenkant van de arm. Dus daar stopt hij gewoon. Hij stopt hier in het midden? Stopt hij recht. Ja. En wat ik eigenlijk nog dacht, dus je kan natuurlijk als je aan de voorkant precies hetzelfde doet, kun je hem gewoon aansluiten. En als je die plakt, staat ze er met de armen zo? Of staat ze met de armen... Ontspannen. En dan heb ik de mandala, heb ik in één gedeelte, heb ik hem ingeknipt, zeg maar. Dat, die, dat je die vouw kan maken. Ja, en de oksel heb ik natuurlijk open gehouden, waardoor je daar iets wiebelruimte hebt met plakken. Ja. Hoe lang ben je aan het plakken geweest voordat je kon beginnen? Ja, die tweede, hè, vooral, hè? Ja, ja, die, ja, ik denk bij de eerste, want het zijn ook, waren ook volgens mij 4A4'tjes, het formaat. Dus het is best een flinke. Dus veel knip- en plakwerk. Dus ik denk een uurtje met plakken en die keer daarna denk ik een half uurtje uitlijnen en een uurtje plakken weer. Ja, en dan zo'n stuk... Oh, sorry, Nick. Zeg. Lichaam nooit symmetrisch, dus dat is altijd al kort. Ja, precies. Ja, ja, het is wel, ja, ja, het is wel even een beetje... En hoe lang ben je dan bezig met zo'n stuk te zetten? Een dag. Ja, toch een dag? Per mandala een dag. Nou, dat vind ik toch wel vrij rap ook. Ja, ja, gas erop. Ja, ja. Maar ik bedoel... Het zijn grote stukken. Het is vooral veel lijnwerk en een paar zwarte vlakjes. Dus ja, het zit geen shading in. Je kan het er maar uithouden natuurlijk. Ja, dat was niet echt een beetje volhouden. Ja, dat was wel. Maar ze was wel een pittige tand. Dat was even wel goed gelegen, moet ik zeggen. Je zit natuurlijk bij je oksel en bij je ribben. En ja. Het is nou niet echt het lekkerste gedeelte. Nee. Hey, wat is nou voor jou het meest dat je zegt van dat stuk... Dat vind ik echt, daar ben ik het meest trots op. Ja, ik bedoel, het is natuurlijk lullig voor mensen die kijken. Maar, ja, maar je zoiets hebt van, dat was voor mij een uitdaging. En... Ja, nou, deze was echt wel een uitdaging. Ja, zeker. Ja. Dat is echt wel een van de toffe stukken. Maar ja, je moet proberen uit ieder stuk wel een beetje iets te halen. Maar ik moet wel zeggen dat ik het meeste voldoening krijg uit de grote stukken. De borststuk is ook vet. Sleeves en... Ja, nee, die andere. Er stond er eentje onder die. Dat is ook wel een heel tof stuk. Ja, het is echt gelaagdheid. Ik vind borststukken, rugstukken, dat vind ik wel de tofste stukken om te doen. Want die zie je in zijn geheel meteen. En de arm gaat rondom. Ja. En werk jij dan met coil? Werk je met rotary? Het is een beetje hybride eigenlijk. Ik werk het meeste met Dan Cubans. En dat is eigenlijk een beetje hybride tussen coil en een rotary. Wat is dat met die gasten, met die mandala's allemaal? Die rijken allemaal met Dan Cubans. Ja. Ja, ik weet niet, die slag, gewoon de hit. Het gaat mij, ik heb heel veel machines geprobeerd en die werken gewoon het beste. Ja. Ik weet echt niet waarom, maar ja. Ja, fucking dik. Echt fucking dik. Nicky, hè? En dan die mandala's, de zijkant, heb ik met schaduw uitgepunt. Ik heb deze, heb ik vanaf binnen ben ik begonnen met zwart. Heb ik 5 cupjes neergezet. Ieder cupje heb ik gewoon een lichtere tint in gedaan, zeg maar. En dan zelf mengen. Hè? Dus een cupje zwart, een cupje nou, 2/3 vol. De rest rozenwater, de rest dan een halve, dan een derde en dan een paar druppeltjes. 9. Is dit met een 9-lijnen gepunt? Ja. Nee, gek. Doe ik alles met 9, altijd. De tering. Ik doe het al jaren verkeerd. Ja, als ik met een 9-lijn een punt zet, dan krijg ik zo'n hindoestip. Oh nee, ja. 3 nee, maar... stippen hier. Ja, ja, ja. Ik hou hem ook niet te lang erin. Als je bijvoorbeeld met een 3'tje een stip zet, dan heb je meteen zo'n harde knal. En klap, als je met een 9 snelle beweging maakt, heb je geen hele massieve dotjes, maar dan ga ik er gewoon 2-3 lagen overheen. En dan heb je meer een structuurtje dan een echt stippeltjes. Ja. En dat is dit effect. Is jouw waar zeggen dat je misschien gepepperd hebt? Ja, nou, zo zou je het ook wel kunnen doen. Ook een paar laagjes pepperen, ja. Pepperen? Ja, pepper-shading. Oh, whip-shading. Maar dat kun je dus met een 9 al niet doen. Dan moet je echt een dunner lijnertje voor hebben. Dat vind ik veel leuker dan pepperen. Ja, pepperen. Ik heb er nog nooit van op, pepperen. Ik noem dat pepperen. Ja, pepper-shading. Ik gewoon met 3 lijntje en dan gewoon lekker zenuwachtig op en neer krassen. Ja, precies. Ja. Hé, hey, maar Nicky, als het over een stuk hebben waar je echt trots op bent, heb je denk ik over een stuk van je rug van je vrouwtje? Nee, dat is wat ik vanochtend in de wc neergelegd heb. Dat was ook echt zo mooi. Hey, was dat de kleur of niet? Ja, dat was wel een kleur. Ja, ja, ja. Nee, een stuk van mijn vrouwtjes. Gepepperd. Ja, ook gepepperd. Nee, maar wat, laten we het zo zeggen. Wat doe jij het liefst? Liefst eigenlijk Orientaals, Japans, groot lomp werk en ja, Maori's. Maar vind ik ook leuk. Heb je daar die verhalen bij ook? Gaat dat verder bij jou? Dat je bijvoorbeeld Japanse... Nee. Nee? Nee. Het is niet zo dat ze zeggen van... Die man met die grote ballen. Hoe heet die? Die stinken als een grot, hè? Nee, maar ik bedoel een samurai of een kooi die omhoog zwemt. Tegen de waterval op. Die is dan even kracht. Nou nee, ik wil daar mijn eigen wel verder in verdiepen. Maar daar leer je ter plekke steeds meer over. Maar dat is meer eigenlijk wat ik dan een keer lees of een keer zie of een keer hoor. Maar er zit zoveel in. Daar ben je jaren mee bezig.
Ja. Gaat het bij jou meer om dat gewoon een toffe tattoo is om te zien? Het moet gewoon mooi zijn. Visueel gezien moet die kloppen. Visueel moet het leuk zijn. Ja, precies. En dan ga ik er niet op letten dat een bepaald bloemetje er niet bij mag, omdat dat... Precies. Ja. Maar ja, goed, je hebt een zat die het wel... Kijk, Greg Ori, ik bedoel... Super tof werk. Maar en, die en weet super... ook over alles wat te zeggen. Ik bedoel. Die weet alles. Maar dat is gewoon omdat het zo mooi plat is. Is het zo duidelijk. Dat blijft na 40 jaar nog steeds super vet, super mooi. Nou, wie kijk jij qua werk wat jij doet? Wie heb jij als voorbeeld dat je denkt van nou, what the fuck? Ja, Greg natuurlijk. Ik kijk veel naar Gerrit de Maak. Die maakt New School. Maar daar kan ik ook weer terug in sommige Japanse stukken halen. Ik kijk naar iedereen wel. Ik pak wat realistische invloeden. Ik probeer mijn eigen dingetje te maken. Nou, dat is wel belangrijk natuurlijk. Ja, vind ik ook. Ja, en een Jay Shailero. Heel vet. En een Shige. Shige, ja. Super vet wat hij maakt. Chris Crooks. Ja. En zo zie je die Orient Ryu. Geen idee. Ja, er zijn die Japanners en zo. En die... hoe heet je ene fan? Maar goed, daar kijk je. Jij volgt ze ook. Ik volg al die Japanse mannen, volg ik allemaal. Ja. En dan zie ik soms weer een andere techniek erin zitten. Waarvan ik denk van, nou, dat kan ik misschien bij een volgende stukje ook wel doen. Die ken ook een jongen, maakt hele grote bodysuits. En die zet dan in zijn rotsen, maakt die allemaal met puntjes. Sorry. En dat is iets, dat hoort normaal natuurlijk niet in een Japans stuk. Maar dat is super tof erbij. Ja. Dus als je dat zag je al bij die Chique, hè? Die zag je al op een gegeven moment, je hebt dat Oriental natuurlijk. Ja. Maar hij gaf er net even dat old school naar het new school, weet je wel? Ja. Zeg maar dat moet ik zeggen, vond ik zijn oudere stukken vond ik krachtiger als zijn nieuwe werk. Zijn nieuwe werk is heel veel met gele lijnen en heel zacht ingeschaduwd. En... Wat ben je voorstander van gele lijnen? Nee, alleen in mijn onderbroek. Ik denk dat je daar helemaal niks meer op een gegeven moment... Ik denk dat nee, dat zie je niks meer van, denk ik ook niet. Nee, want hij zet een hele dikke gele lijn, toch? Of ja. Een hele donkere kleur, ja, geel. Ja, als je een hele donkere kleur tegenaan zet, dan misschien nog wel, maar... Ja, hij kleurt dan zeg maar een blad van een bloem, pakt hij een dikke gele lijn en dan gaat hij met donkerrood erin kleuren. Oh, heftig. Ja. Maar ja, weet je hoeveel werk dat is? Ja. En ik denk dat het eindresultaat nooit zo mooi is als dat je zwart pakt. Ja, zwart is altijd dan beter. Dan moet je ook mee in rekening houden, staat er 10 jaar ook nog op. Ja, ik denk een goede tattoo heeft dus minstens 1/3 zwart. Ja, zeker. Ja, maar dat is wat iedereen niet telkens met die podcast zegt, weet je. Ja. Het komt er altijd op neer. Er moet genoeg zwart in zitten of een lijn omheen. Ja. Weet je, anders overlevert de tijd niet. Ja, absoluut. Ja, maar dat is niet de tijd nu. Nee maar het rare ervan is, heel veel gasten ook bij ons in de shop, weet je. Het zijn allemaal mensen die op dit moment best wel met de uiterlijk bezig zijn. Daardoor dat er ook tattoos bij moeten, maar... Er moet ook natuurlijk onder de zonnebank gegaan worden. En ze liggen in de zomer, leggen ze constant op het strand. Ja. Er wordt nergens over nagedacht. Weet je? Maar heb jij een traditionele dikke tattoo met zwarte lijnen en zo? Maakt er geen flikker uit, blijft gewoon mooi. Ja, klopt. Maar als je helemaal van die lichte wolkjes overal hebt of zo, dan ben je dan een paar jaar regie. Of dat hele fijne fine line ook. Ja. Het is heel knap als dat super strak gedaan is. Alleen, ik heb er al een paar gezien die dan 3 jaar oud zijn. En daar is eigenlijk al niet heel gek veel meer van over. Nee, maar dat is hetzelfde. We hadden een podcast hier met Gerrit en Rick. En Rick die zegt op een gegeven moment, hij zei, ja, als ik oldschool moet doen, zet ik het gewoon op met een, weet ik veel, lijnen 7'tje of zo. Hij zegt, die lijn die wordt toch wel dikker in de loop der jaren. Hij zegt, ik kan er wel een dikke lijn omheen zetten. En dat was hetzelfde met Molly. Molly doet zeg maar, alles met lijnen 3. Lijnen en dan heet het over echt... Ja. Ouderwetse ontwerp. Nou, ja. Als je die dingen nou terug ziet, dan hebben ze zulke lijnen. Dan denk je, dat ken ik ook voor de 14. Ja, maar dat zou toch nou niet in je kop opzetten. Als jij een oldschool stuk, ik noem maar wat, iemand een zwaluw zet, echt een oldschool zwaluwtje, wat dan ook. Dan komt het toch niet in mij op om met een lijn 3 te zetten. Of met een 5, of weet ik voor wat. Ik bedoel, dat is toch niet meer de tijd. Ja, dan krijg je wel het effect wat je wil, maar dat duurt nog 25 jaar. Maar inderdaad, dan ben je al 25 jaar. Posten. Het is vaak wel als je zeg maar een 3-lijnertje hebt en je geeft mij zeg maar een 7-lijner. Als ik met een 7-lijner een mooie strakke lijn zet, die blijft uiteindelijk net zo dun als met een 3'tje, als je hem goed zet. Ja. Want een 3'tje snijdt veel te veel, dus het gaat uitlopen. Die loopt, ja. Maar op het moment dat je hem wat sneller... Ja, ik vind een 3'tje wel lastig hoor. Ja, dot, 3 is heel gevoelig. 3 is heel gevoelig voor je snelheid en je diepte. Ja, man. Ja. Dat is echt, daar moet je echt wel een beetje mee kunnen werken, vind ik. Ja. Een vriend van mij zet hele geschaduwde stukken. Jesse van Kapitaal. Ja. Zet hele geschaduwde stukken met een 3-lijner schaduw. Hoe dan, alles. Hoe dan? Ja, ik heb daar geen geduld voor. Je moet daar gevoel voor hebben. Ja, dat lukt echt niet zomaar. Maar dat is hetzelfde. Kijk, als je mensen opleidt of zo. Weet je, ik heb een paar hebben erop geleid. En...
Je kan ze alleen maar de basis leren. Want ze gaan toch al hun eigen dingen. Ja, ze ontwikkelen zichzelf gewoon. Leer ze gewoon met een coil werken. Gaan we doen. En op een gegeven moment, als ze dan twee jaar gaan werken, wat ze vinden een rotary. Wie ben ik om te zeggen, van, nou, je moet een rotary of een coil moet blijven iedereen, werken. Moet iedereen weten. Dan moet iedereen voor zichzelf weten, toch? Ja. Of niet? Ja. Ja, voor mij slaan ze het met een vuist armen in. Als het goed is het goed, toch? Ja, nou ja, goed, dat ze blij zijn. Jij hebt een aantal mensen in je shop werken. Zitten daar ook leerlingen van jou bij? Of is het, Joey heeft bij mij geleerd. En er zit nou een nieuwe jongen, die is nou bij mij aan het leren. Die is nou net een beetje kleine stukjes aan het zetten. Gaat ook goed. Ja, oké. Okay. En misschien in het vervolg dat ik nog wel nieuwe jongens bijpak, hoor. Ja. Maar ja, weet je, ik vind het altijd belangrijk dat die jongens bij mij in de shop passen. Er zijn mensen die gaan kunstenaars zoeken. Maar ik vind het beter dat een jongen loyaal is en dat hij gewoon leuk in de shop past. Ja. Kijk, het stukje tekenen, natuurlijk kan ik ze niet alles leren, maar kan je toch wel opsteken als je het veel doet. Tuurlijk. Ja, maar bij mij, als er iemand bij mij binnen zou komen dan moet, en ik zeg, nou, laat je tekeningen maar zien. En als je dat dan ziet dat dat goed is, dan ga ik pas verder met iemand. Weet ik niet, want Joey kwam bij mij en ik vroeg op een duur aan Joey, wil je bij mij komen tatoeëren? Hij was net voor school af, Joost was bij mij in de shop. En toen zeg ik, is dat voor jou iets tatoeëren? Toen zegt hij tegen mij, ik kan niet tekenen. Ik zeg, dat ken ik ook niet, maar ik doe gewoon maar wat. Ik zeg, maar ga ik jou gewoon leren. Ja. En laat hem maar gewoon een jaar overtrekken. Laat hem maar tribals overtrekken. Laat hem maar strakke lijn. Dat is in principe tatoeëren, hè? Ja, tuurlijk. Ja. Ik heb ook een jaar, anderhalf jaar tribals overgetrokken. Ja. Tot ik zei, ik deed mijn ogen dicht, zal ik ze nog voorbij komen. Ja. Maar zet maar eens een keer 200 keer een roos. Ja, dat weet je. De 200ste keer kan jij hem ook tekenen. Ook al heb jij geen tekentalent. Ja. Ja, dat is zo. Je kan wel een heleboel dingen leren. Tuurlijk. Kijk, maar dat is nou het is ook een kwestie van willen leren, toch? Klopt, maar je hebt ook wel een beetje inzicht nodig, weet je, zeg maar. Als jij een sleeve in elkaar moet zetten, weet je, dan moet je ook wel weten van, oh, weet je, als ik dit zo doe, dan moet ik dit een beetje zo doen, want dan komt het allemaal mooi uit. En... Ja, je moet er passie voor hebben ook. Ja. Ook dat. Als je er passie voor hebt, dan kom je al heel erg heel belangrijk dingetje. Wat jij zegt, denk ik wel, weet je, dat het misschien belangrijker is dat je er passie voor hebt, als dat je echt, weet ik veel, een waanzinnige tekenaar bent. Als jij passie hebt, dan word jij van eigen goed. Dan kon je, dat komt dat vanzelf. Ja. Want ik heb vroeger getekend, maar toen heb ik heel lang niks gedaan. En ik ken eigenlijk niet alles tekenen. Hetzelfde wat jij zegt. Maar Janno, hè, wij kwamen in Zeist 21 jaar geleden beginnen. En Janno die tekende wel al. En ik heb het eigenlijk van Janno weer geleerd. Hè, met oppakken en dit. En op een gegeven moment ga je weer dingen doen. En als je er elke dag mee bezig bent, dan komt dat weer. Maar het moet wel je passie zijn. Ja. Tuurlijk. En je moet daar voldoening uit halen als jij iets maakt. Kijk, als jij net begint met tatoeëren en je kan mooie stukken kopiëren, een mooi strak naampje zetten, is in het begin misschien al goed. Dan heb je je machientje onder de knie. En dan kan je je eigen verder toe gaan leggen op dingen tekenen. Wat vinden jullie nou echt iets? Ik ga misschien iets heel kinderachtig zeggen. Maar als ik op een gegeven moment, ik doe geen hartjes. Waarom niet? Omdat ik ze gewoon echt niet kan. Ik vind het gewoon kutwerk om te zetten. Omdat je hebt het over die kleine hartjes. Maar als je nou een klein hartje hebt met een enkele lijn, of een diep letter. Op een pols. Weet je wel, dat soort dingetjes. Ja. Pik. Ik krijg zulke parels om mijn kop. Ja, ik besef dat het maar, omdat je altijd grote stukken zet. Ja, en dat is dan één paas en dan kan je niks meer aan. Nee, precies, en dan juist die kleine die dingetjes, ga je mee op je bek. Ja. Heb je dat ook met iets? Ja, wij zeggen altijd small tattoos, big issues. Ja, maar dat is ook zo. Ja. Want het is ook, als je een groot stuk zet bij iemand, weet je, dan zeggen ze, ja, dat is vet man. En die kleine dingetjes, dan komen ze altijd mee terug. Ja, hier, kijk, hier zit nog een heel klein puntje. Ja, ik had op de deur gewoon een bril in de shop liggen. Daar zaten geen glazen in. En dan kwam er iemand terug, ik moet bijwerken. Ik zeg, wat, ik ga even mijn bouwlamp aanzetten en ik zet mijn bril even op. En dan met een vergrootglas erboven. Ik zeg, ik kan het echt niet zien, weet je wel. Dat is echt, ze gaan het uit elkaar trekken. Maar heb jij dat met iets? Heb je niet iets? Nou ja, ik doe sowieso eigenlijk bijna geen kleine dingetjes meer, omdat ik geduld er niet voor heb. Nee, maar dat je ergens maar echt mee op je bek ging, op zulke dingetjes. Teksten. Teksten bijvoorbeeld? Ja, teksten. Echt verschrikkelijk. Vroeger, nou doe ik die allemaal niet meer, maar dat iemand een tekst aanlevert en ik ben zo dyslectisch als de pest. Dus dan zeg ik van, klopt de tekst zo? Hij klopt zo. Nou, stencil erop geplakt. Naar de spiegel. Klopt de tekst zo? Is de spelling goed? Ja, is goed. Net voordat je begint, nog een keer. Klopt die zo? Weet je het 100% zeker? Ja. Dan gaan we nu beginnen. Ja, klopt.
En dan een dag later, ja, where is where? Ja. Dat er nog een H tussen moest, weet je wel. Iets heel stoms. En je leest eroverheen, want allebei de woorden kunnen. Dat was ergens dialect. Ja, en dat zijn dan echt van die dingen, maar je stampt jezelf wel voor je kop. Want je hebt iets fout gedaan. Het is niet helemaal je schuld, maar het voelt wel echt superkut. Dat klopt wat jij zegt. Want op een gegeven moment, ik laat ook iedereen, ik heb er ook problemen mee. Gewoon triple checken, altijd triple checken. Ik laat ze het zelf opschrijven. Ja. Ja. En eigenlijk moet ik het zelf ook checken dan, weet je wel? Van hoe of wat. Ik heb het ook eens gehad en dat was met die strength. Met TH of HT. Ik weet niet eens wat het nou nog is, dat weet ik niet. Maar dan is het niet mijn fout, maar ik voel me wel echt kut. Ja. En dan ga je het wel oplossen. Tuurlijk. Ik bedoel, je moet het oplossen, maar dat zijn echt van die dingetjes. Ik heb bij een vriend van mij, had ik zo'n Azteekse krijger op zijn been gezet. En dan op zijn knie zat een schild van die krijger. En dan moest de naam van zijn dochter erin. Maar echt een goede vriend van me. Dus ik had met een balpen met van die Azteekse letters had ik het erin getekend. En ik zeg tegen hem, zeg, kijk even in de spiegel of dat je het mooi vindt. Dus hij kijkt, ja, is goed, zet hem maar op. En ik zit hem te tatoeëren en ik zit constant bij hem te zieken. Ik zeg, mooi, maar jammer van die spelfouten, weet je wel. Dus ik heb zijn knie klaar, ik pak het in, ik stuur hem naar huis. Belt hij helemaal over de zeik op. Ja, mijn vrouw ziet dat er echt een spelfout in staat. Ik zeg, nee vriend, dat kan echt niet. Al was ik gewoon een letter vergeten. Ja, dat is kut. Dus ik zeg, nou ja, kom s'avonds maar terug naar de shop. Ik heb een verdovingscreme erop gesmeerd. Ik heb helemaal kapot gestoken dat alles kapot aan bloeien was. Ik denk, dan bloeit die inkt eruit. En dan kom ik drie maanden later. Die heb ik nog niet gehoord, die. Ja, kapot steken gewoon. Gewoon helemaal kapot roeren. En wel, kraalt dus erin. Ja, maar ja, dan bloeit die inkt eruit. Dan krijg je litteken, krijg je roze huid. Kan je gewoon terug overheen. Is dat echt? Werkt dat? Ja, ja, je moet wel echt kapot steken. Je moet niet, ik kan niet gewoon een keer van zijn fiets afdonderen. Ja, kan ook gewoon. Gewoon een slijptolletje eroverheen. Ja, maar ik heb wel een keer... Dat was toen met die magenta kleuren zo. Dat mensen een kleurenallergie kregen. Oh, dat is erg. Dus dat is kut. En dan krijg je echt die bulten. Ja, ja, komt niet meer goed. Nou, wat ik gedaan heb, dat is... ik pakte een Magnum. Gewoon een goede brede. En water. En daar ging ik overheen. Bleef ze maar overheen. Maar ik denk, het is eigenlijk het meest logische... Want als jij naar een dermatoloog gaat of wat dan ook, die zegt, ja, weet je wat, we gaan dat snijden. Ja, dat wil je niet. Je wil niet dat... Dus met die Magnum met water, een paar keer over. Ten eerste jeukt het verschrikkelijk, dus het is wel fijn voor die mensen. Dat je erover hebt. Maar je ziet op een gegeven moment dat je wat afschraapt, weet je wel. Dan moet je niet de hele tijd blijven doen. Maar dan laat ik ze gewoon 3-4 keer terugkomen. Werkt dat echt? Bij mij is het in die tijd dat ik het gedaan heb, ik heb het gelukkig niet meer meegemaakt, maar ja, je weet het niet, kan iedereen gebeuren. Maar het is bijna allemaal weggegaan. Ik heb er eentje gehad, daar lag er echt serieus een halve centimeter dik op. En ook alleen maar donkere magenta. Alle kleuren goed erin. Rood, magenta. Niks uitgelopen, niet geïrriteerd. En magenta lag er zo dik op. Dat leek net alsof het gewoon... Ik heb het een keer mijn geel. Wild vlees leek het wel gewoon. Ja, maar dat is het. Ja? Want het wordt gewoon een littekenweefsel onderhand. Ja. Weet je, het gaat helemaal op een lastnaad. Ik heb het toen Zeist. Ja, lastnaad. Ja. Weet je nog, er was een Zeist met het geel. Oh, die antibiotica die bijna zijn been afgezet werd. Nee. Nee, dat was een ander. Dit was Michiel. Nee, dat was... Volgens mij was het toen die... was een ander. Die Gold-serie of zo. En daar had ik geel gekocht. Ja, klopt. En ik zette bij een gozer erin. Gold 13. En ja, best wel een groot stuk. Geel erin gezet. En de dag daarna kwam een andere gozer. En daar zette ik ook geel in. En uiteindelijk kwam die eerste terug. En zei, godverdomme, moet je kijken, joh, de geel... Helemaal, maar toen kwamen ze elke keer achter elkaar terug. Al dat geel, helemaal naar de klote, joh. Dat lag er inderdaad ook zo dik op. Vreemd, hè? Ja. Ik heb het met een stukje paars op mijn rug gehad. Terwijl mijn hele rug zit overal paars in. En het is maar één vlakje. En het is compleet helemaal uitgezworen. Het ligt er nou nog dik op. Ja. 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 Probeer het maar. Doe jij het ook wel eens? Jij deed het ook wel eens, of niet? Die met water, of niet? Nee. Ik heb het nooit meegemaakt. Nee, alleen met zwart. Nee, ja, natuurlijk. Ik werk alleen maar met greywash. En ik heb wel ooit iemand gehad die reageerde heel heftig op rooswater. Kan allergie. Ja. Ja, het is gewoon allergie. Ja, werd gewoon super rood eigenlijk. En, maar het is dan uiteindelijk gewoon genoeg goed genezen. Dus. Wat doe je met mensen die bijvoorbeeld allergie gevoelig zijn? Want als wij bij iemand komt of zo en die denkt, dat is ook deze tijd, hè? Ja, ik denk dat ik allergie heb. Ja, als ze het aangeven van tevoren, dan checken we het even. Maar ik zeg, hoe check jij dat? Ik zeg meestal tegen die mensen van, luister, dit is het, gaan we gebruiken. Vraag het maar aan je huisarts. Ja, weet je wat eigenlijk ook een goede tip is? Dat doen wij. Hebben wij ook van iemand natuurlijk. Maar ik bedoel, dan komen ze binnen en dan zet ik eigenlijk alles wat je gebruikt met tatoeëren, dus een stift, je vaseline,
je zwarte inkt of de kleur die ze willen hebben of wat dan ook. Dan maken we met die stift, we scheren het eerst goed. Eerst goed scheren normaal en dan iets meer als normaal. Je zeep, weet je, waar je mee schoonmaakt. Nou, dat kunnen ze stencilstuf. Kijk, maken we een raster. Maken we een raster. Dan doen we daar zwarte inkt op. Daar vaseline. Daar een kleur die je wil hebben. Of tenminste waar je mee werkt. Stencilstuf. Even folie eromheen. En na een kwartier zie jij al gelijk wat dat werkt. Ja, of je huid rood is. Dat, ja. Precies, je want ziet mensen gelijk hebben het ook met haren verven. Dat ze niet tegen bepaalde pigmenten kunnen. Exact. Maar je doet met een druppel op de huid. En dan zeg maar een plakbandje eroverheen. En gewoon een paar uur erop houden. Maar dat werkt ook mensen die hebben echt, als ze een krant vastpakken, dat ze zulke klauwen hebben. Weet sharpies, wat? Mensen met sharpies. Ja. Ja. Dat de huid niet tegen sharpies kan. Lijm van de tape gebeurt ook vaak. Ik heb het ook wel eens met. Heel vaak. Stencilstuf heb ik ook mee gehad, hoor. Echt? Die stencilstuf erop smeert. En dan, hoppakee, een heel die huid al rood. Konden ze daar niet tegen. Ja. Maar ja, moet je dan nog aan willen beginnen? Hey, en even op die leerlingschap terug te komen. Hoe doen jullie dat als je bijvoorbeeld een leerling aanneemt, hè? Maar je weet dat hij getalenteerd is, je ziet dan zijn tekeningen of wat ook bij ons. Maar die jongen heeft bijvoorbeeld wel zijn vaste lasten en zijn kosten elke maand. Want als hij daar komt zitten, dan verdient hij eigenlijk, dan verdient hij niks, toch? Ja, daar kan ik niet over meepraten, want die jongens die bij mij zitten zijn jong. Dus die wonen nog thuis. Ja. Net als die jongen die nou bij mij zit, die gaat overdag nog naar de bouw. Dus die verdient zijn centen nog met naar de bouw en s'avonds zit hij bij mij. Oké, dus je zegt niet van ik wil dat je de hele dag daar komt zitten? Nee, dat is aan hem eigen. Bedoel, hij zal toch zijn centen moeten verdienen en ik kan hem in het begin dat geld niet geven. Bij mij zou het zijn, ja, dan moet je keuzes maken, toch? Nou ja, hij is nou netjes elke avond, elke zaterdag bij mij in de shop. En die jongen pakt het snel op. En nou kan hij een beetje tatoeëren. Dus als hij daar zijn centjes kan pakken met tatoeëren, kan hij stoppen met wat hij overdag doet. En dan kan hij vol een bak beginnen. Ja, ik denk dat een beetje de situatie is ook wel. Hè? Want toen ik net begon, toen heb ik 4 dagen in de week een andere baan erbij gehad. Wat deed jij hiervoor? Sorry, even tussendoor. Ik werkte op kantoor. Oh, oké. Okay. Kantoor? Ja. Had ik 4 dagen in de week, had ik in het begin 4 dagen in de week een andere baan. 3 dagen zat ik in de shop. En daarna werd dat andersom. 4 dagen shop, 3 dagen kantoor. En dan heb ik kantoor afgebouwd tot ik ontslag nam. Daarna heb ik het eerste jaar 7 dagen in de week gewerkt in de shop. En ook over een jaar, periode van een jaar, gewoon een jaar lang 7 dagen in de week gewerkt. Puur omdat ik, dat wou de shop toen de tijd. Dus dat hebben we toen gedaan. Maar als ik dan kijk bij ons in de shop nu de leerlingen. Ja, dat is bij iedere leerling tot nu toe anders geweest. Aan hun situatie aangepast. Dat is ook weer een hele andere tijd nou weer, vind ik. Ja. Hoe het ging met... Maar ik vind het zoals het eerst deed, vind ik een betere instelling als tegenwoordig. Want tegenwoordig kopen ze een machientje op eBay en ze zetten 15 tekeningetjes op een keukentafel en ze zijn tatoeëren. Ja, die mensen die thuis s'avonds na het stappen gaan handpoken. Ja. Je kent het al, jij. Nou, dat is wel tatoeëren. Maar ik was de eerste. En toen ging die rond. Ja. Maar het is wel grappig. Maar je hebt ook gewoon veel mensen die het gewoon bij elkaar gaan lopen doen. Die eigenlijk nog helemaal geen verstand ervan hebben. En die komen gewoon bij ons de shop in gelopen. Van, hey, kunnen we een naaltje kopen? Ja, precies. Ja. Maar kijk, als het jouw passie is. Jij weet voor jezelf van, ik wil gaan tatoeëren en ik weet dat ik daarmee verder wil. Hè? Ja, maar die instelling is er nu niet meer. Nu is het gewoon, leuk, ik ga handpoken. Ja. En dat is de instelling. Meer is het gewoon niet. Het is leuk, na het stappen. Leuk om te doen. Ja precies. Ja. Maar het wordt makkelijk gemaakt. Het is veel makkelijker om nou te beginnen met tatoeëren. Ja. Maar jij had toch ook je baan voordat je... Ja, klopt. Ik ben overdag gewoon nog gaan werken. Ik had gewoon mijn eigen bedrijf al. En ik moest ook gewoon nog gaan werken, want ik had ook mijn hypotheek te betalen. Ja. Dus ik heb echt wel hele lange dagen gemaakt. Want in het begin ging ik zeg maar om... begon ik vroeg, ging ik om 5:30, 6 ging ik naar die bouw. Ja. Ging ik gewoon werken en 's avonds in de shop zetten. En net als wat Andy zei, op den duur ging ik voor het alleen 's ochtends nog even mijn badkamertje of mijn vloertje plakken. En 's middags en 's avonds in de shop. Maar het sloopt je, want je bent gewoon elke dag gewoon 16 uur bezig. Je en ziet wel als shop-eigenaar, zie je wel de wil van iemand natuurlijk. Ja, dan, ja zeker wel. Dat iemand wil. Ik heb mezelf iedere dag afgevraagd in dat eerste jaar van hoe zal het er over een jaar uitzien? Hoe zit ik er dan bij? Want het was wel echt pittig.
Ik heb maar jij wist van jezelf... Ja, ik wist wel echt dat ik dat wel kan blijven precies, doen. Precies, ik ga het redden. Ja. Ik bedoel, als je weet van jezelf, van dit ga ik doen. Ik bedoel, dan dan moet je er ook voor gaan. Ja, precies. Maar dat is niet zo meer, hoor. Nee, dat was een halfbakken kutinstelling. Want ze willen eigenlijk 3 dagen in de week willen ze komen wanneer het hun uitkomt. En ze willen gelijk geld betaald hebben. Exact. En ze willen gelijk gaan tatoeëren. Want als je zegt, maak maar een prullenbak leeg, dan is het daar voel ik me eigenlijk goed voor. Precies dat. Precies dat. En dat vind ik toch wel jammer. Ik bedoel... Dat vind ik het leuke weer, weet je wel. Van dat je oude garde hebt en nieuwe garde. En dat je die verschillende verhalen hoort. Want ik vind het ook gewoon grappig als jij een leerling hebt. Die mag best wel eventjes gewoon een kuttijd hebben. Nou, toen ik mijn leerling had, voordat hij mocht gaan prikken. Hè? Kijk dan, had weer een bier op, hoor. Ja, echt, dat ding flikt elke aflevering eraf. Nou, de eerste keer. Nee, de vorige keer ook al. Nee, ik wil ook de vorige keer, maar toen liep ik ook op de kut. De eerste dag voordat mijn leerling zeg maar echt mocht beginnen met tatoeëren, weliswaar oefenen dan. Ja. Heb ik gewoon tegen hem gezegd, jij gaat zaterdag in een SM-pak bij mij in de shop staan. En ik zet een navelpiercing bij jou. Ja. Dus wij hebben zo'n bandlaar in de vorm van een hartje weggeschoren. En we hebben zo'n roze dolfijn in zijn navel gezet. Dat terwijl wij helemaal niet kunnen piercen. Gewoon ontgroening. Ja, juist. Ja, dan moet je mag gewoon... wel wat gebeuren natuurlijk. Ja, vind dat ik ook. Dat vind ik ook. En kennen ze daar tegen, dan zijn ze uit het juiste hout gesneden. En dan passen ze goed maar bij het ploegje. Dat komt ergens vandaan, Nicky. Want ik bedoel, wat hebben ze bij jou gedaan? Durf ik niet meer over te praten. Daar ben ik nog steeds van getraumatiseerd. Al 5 jaar therapie erop zitten. Nee, dat viel eigenlijk waar ik heb zitten leren, viel er best wel mee. Ja? Viel er echt wel mee. Okay. Maar ik vind die gekke shit vind ik altijd wel leuk. Je kan alles vertellen hier. Ja, het was eerder zo dat hun er eigen voor mij zat te schamen als ik dronken was. Hoi joh. Heb je helemaal geen ontgroening gehad? Nee, weinig eigenlijk. Ja, Jenny. Ja, maar stel toch niet zoveel voor. Ik heb wel mijn inzet. We hadden zo'n lange dildo in de shops liggen. Daar moest je opgezet. Ik kreeg gewoon een hele harde slag in je knieholte. Dat was het. Ja, dat is ook flauw. Ja, heel saai. Ja, dat is niet leuk om te horen dit. Ik denk, nou, daar gaat wat in. Ja, ik weet wel, we hebben Jan Nolan, die is bij jou, die hebben we meegenomen een keer in de avond. Ja. En die op een gegeven moment was ik me kwijt. Toen liep ik de wc in van die tent waar we zaten. Die lag helemaal om die pot heen gekruld. In zijn maar eigen hij hield van die pot, hè? Ja. Hij hield van ja, maar, ja, het ook hoort het dan toch? Weet je, zo, en ja, die andere die moest toen bij de nieuwe leerling een lul tatoeëren. Ja, dat hebben we ook allemaal gedaan. Allemaal? Ja, serieus? Ja, dat hebben we allemaal gedaan. En uiteindelijk was ze klaar. En ja, en die gozer ook, die pijn laat gaat, zien weet wat je. Erop zat. Kom je laten zien, of nee, dat gaat niet, die kan er. Ik weet niet of we zulke lenzen hebben. Maar ja, wat hebben jullie dan? Ja, helemaal niks, weet je. Godverdomme. Hij zit met een walvis, met een hoedje op zijn snikkel. Ja. En die andere, die voelde er eigenlijk helemaal vies, weet je. Die had met dat ding in de klauwen gezeten. Ja, bij ons in de shop drinkt bijna niemand meer, die leerlingen. Hè? Nee. Dat is, die hebben zo naar de kloten geholpen. Nee, ze zijn altijd in het begin enthousiast, weet je. Als ze net leerling zijn, dan hebben wij zoiets. Ah, kom mee en dit en dat. Weet je, dan gaan we lekker zitten zuipen. Oh, ik heb bij Joe. En op het moment dat ze dan leerling af zijn, dan denken ze, we gaan echt niet meer met hun mee, de tyfus. Nee, ik moet tekenen. Ik heb bij Joey ook. Ik zeg, kom, gaan we lekker naar de shop. Gaan we even een drankje pakken. Is goed, zegt hij. Dus ik voor mijn eigen whisky colaatje, voor hem een 4-dubbele barco. En dan gewoon ik een whisky colaatje. Maar ik had hem denk ik gewoon 10, 11, 4-dubbele barco's in 1,5 uur gegeven. Hij was zo dronken. Ik heb hem op de deur naar huis moeten brengen. En hij is volgens mij een uur bezig geweest met zijn sleutel alleen al in stop. Of in het stopkel, in de sleutel wel te krijgen. Hij doet het nooit meer. Nee. Nou, wij hebben het ook wel eens gedaan met die jongens. Weet je, kom, we gaan nou dropshot drinken. Dan zaten wij zelf cola. Ik snap niet dat jullie dat volhouden. Nou, hoor. Nou, dan heb jij cola gedronken, want ik heb ook gewoon die dropshot opgezet. Ja, nog even. Nee, daar hadden we het vorige keer erover. Want op een gegeven moment hadden we met Dikke Dennis gezegd. Die kennen we natuurlijk allemaal. En toen hadden we het dus over hoe hij een tatoeëerder ziet. Wat is nou een goede tatoeëerder in jouw ogen? Toch? Ja, hij zegt, hoe word je tatoeëerder? Nou ja, vroeger moest je kunnen zuipen, snuiven en hoerenneuken. Hij zegt, ik kon het allemaal. Dus ik werd tatoeëerder. Hij werd tatoeëerder en dat is echt een beetje, want zo zijn wij ook al een beetje opgevoed daar zo, hè? Ik bedoel, tegenwoordig hebben ze ook een kunstacademie achtergrond en vroeger waren het gewoon allemaal verkers die een lijntje konden trekken. Zo is het. Ja. Maar jij drinkt ook niet meer, of wel? Nee, mag ik niet meer van de vrouw.
Nee. Of wordt opgenomen, dan zeg ik het niet. Ik heb wel feesten met jou meegemaakt. Dat ik inderdaad, toen jij dat zei van... Nou, ik dacht, hij moet niet meer drinken. Van, we keken elkaar aan, had ik zoiets van... Dat is beter. Ik vind het leuk om te drinken, maar dan moet er iets te doen zijn. En dan moet je kut-corona, dan kan je niks doen. Dat bedenk je dat we hier aan doen zijn. Ja, maar maat, als ik een keer zat ben, ben ik 5 dagen verrot. Ja. Hey, we bellen die dik even. Kijken wat hij ervan zegt. Ja, moet je even horen wat hij zegt. Jullie kennen hem toch ook of niet? Ja, let op. Dit wordt lager. Ik ga hem even vragen. Wat is het tatoeëerder? Let op. Dat vertellen we er ook bij dat jullie nu aan de crystal clear zit. Crystal meth, zeg maar gewoon. Oh ja, crystal meth. Ja, dan staat hij binnen 5 minuten hier. Kijken of hij opneemt, jongens. Ja, hallo? Ja, dames en heren. Dikke Dennis in de uitzending. Hey. Goedenavond, hoe is het met jullie, jongens? Hoe is het? Allemaal goed? Gaat het goed, Dennis? Ja, ik zit lekker thuis met een biertje erbij, een sigaretje, dus ik kan niet misgaan, hè? Dat deed jij toch niet meer? Hij heeft de vorige keer mij een pakje opgerookt, ik weet het niet. Oh, nee, de zware drugs heb ik achterwege gelaten, maar een biertje, dat kan er altijd nog wel in, hoor. Heel goed, Dikke, dat is echt goed. Dat is echt goed, we zijn trots op jou. Maar we hadden het even net over drinken en tatoeëren dus. En Nicky Minderhout zit hier aan tafel. En Andy van Rens. Nou, die kun je wel denken, hè? Ja. Die twee. Ja, ja. En daar hadden we het over. Maar toen zei ik op een gegeven moment... Wat in jouw ogen, wat is nou een goede tatoeëerder, Dennis? Ja, ik ga uit suiker, snuiven of hoerenneuken. En een van die drie dingen moet je gewoon doen om een goede tatoeëerder te zijn. Ik had het geluk dat ik in alle drie schuil goed was. Dus ja, ik was snel tatoeëerder. Jij kan het nog steeds goed, denk ik. Natuurlijk, jongens. Een paar biertjes. Maar dat zijn de tatoeëerders van vroeger natuurlijk nou, hè? Ja, weet je, het is... ik ben van de oude stempel. Dat heb ik laatst ook verteld in jullie programma. Ja. Ik ben niet tegen tatoeëerders die niet suiker snuiven, hoerenneuken. Ik bedoel, dat moeten ze zelf weten. Mogen ze ook gewoon aan de gemberthee zetten? Ja, wat zijn de gemberthee toch tegenwoordig? Ja, ik ben het er niet helemaal mee eens, maar waar ik helemaal tegen ben, is tatoeëerders die zelf geen tattoo meer hebben. Dat is een heel goed punt. Ik vind het ook ordinair. Die heb je tegenwoordig ook, weet je wel. Ja, dat klopt. Daar hebben we het over gehad. Tatoeëerders die niet suiker snijden, voeren ook. Het zullen nooit echt mijn vrienden worden. Het zullen best goede tatoeëerders zijn. Het zegt niks over de werk, maar mijn vrienden zullen die worden. Oh. Maar een tatoeëerder die zelf geen tattoos hebt, die moet helemaal wegwezen. Vegetarische slager. Hey, en die heb je tegenwoordig, hè? Die heb je. En dit is de mening van Dikke Dennis, dames en heren. Dennis, dankjewel. Hey, jongens, hartstikke bedankt. Verder veel plezier met de uitzending. Ik ga me doorzuipen. Noord, bedankt. Sterkte. Hoi. Dikke Dennis, wel een mooi figuur. Een mooi figuur. Zie je rode Frans nog wel eens? Wat zei je? Die rode Frans. Nee, ik niet. Af en toe hoor ik wat over... Ja, ik zie hem op dit moment helemaal niet. Want meestal kwam ik hem nog tegen op conventies of concerten. Ja, maar dan zie je hem ook niet meer. Maar net als op conventies. Die rode maakte een conventie wel tot een vette conventie. Ja, tuurlijk. Want tegenwoordig als je dan... Breekmeester, hè, was hij altijd. Ja, maar weet je... Ja, maar voor die corona shit, dan was ik wel eens een keer ergens op een conventietje in België of zo. En dan staan er mensen af te kondigen dat ik denk van ik val in slaap, ik ga naar buiten. Ja. En als je dan die rooien, dan was je al lachen, dat was mooi. Dat is, ja, je dat moest is. Ook goed opletten, omdat je hem de helft van de tijd niet verstaat. Ja, ik ken hem goed, moest wel bijblijven. Ja. Maar dat is ook gewoon een stuk Nederlandse tattooën. Die rooien is ook gewoon een stuk Nederlandse tattoogeschiedenis, weet je. Die man die weet zoveel en hij kent iedereen iedereen kent hem. Weet je, dat is echt... Ik weet nog wel, de eerste conventie dat mijn vader en moeder op een conventie kwamen kijken. Mijn vader en moeder zijn best wel nette mensen. Meen je? En ik, ja, zou ik niet zeggen, ze meisje natuurlijk. Maar van binnen ben ik goed opgevoed. Wonen ze ook in een woonwagen of niet? Nee. Nee, wat grapje. Nee, maar dat kan ik gewoon ook. Maar ik zit altijd tatoeëren en mijn vader staat erbij te kijken. En die rooie komt er met zijn handdoekje helemaal onder het zweet. En op de deur, hij komt naar me toe lopen. En hoe is het met jou, visiteringleier? En ik heb mijn kop stoot zo, pats. En ik zeg, rooie, ik zeg, zal er niet een beetje voorzichtig zijn? Ik zeg, maar dat is mijn vader. Oh, is dat jouw vader? En hij loopt erop af. En meneer,
Mag ik u wat mededelen? Mijn vader zei, ja, wat wil je zeggen dan? Gert heeft me goor gemaakt. We kunnen geen van alles zonder die op mijn goal, weet je wel. Nou, de rest van de dag ging ik gewoon drinken halen voor mijn vader. Ja, mijn vader en moeder wisten niet wat er overkwam. Dat was heerlijk. Super cool, man. Ja, jongen, fantastisch. Ja, ja, fantastisch. Ja. Zo'n mooie kerel. Dat was met die dikke Dennis, was dat ook zo. Dat, ja. Die twee, dat zijn een beetje dat soort types. En toen hadden wij die eerste tattoo en roll conventie hadden wij gegeven in Bunnik. Ja. Ben je er ook geweest? Volgens mij wel. Ja. En 2005, 4. Nee, eerder, 2002 al. Ja, maar goed, maakt niet uit. Dus we hadden gevraagd, ik zeg, wil jij niet komen daar, weet je wel? Want we hebben televisie erbij gevraagd en al dat soort dingen. Dan kun jij hun rondleiden, weet je wel? Van SBS of weet ik veel wat dat was. Lijkt me wel leuk, dat is wel wat voor mij. Ik ben er. Komt hij er aan de deur. Ja, Dick is hier, ik ben er binnen, ik stap de gaslijn en ik moet die jongens rondleiden. Ik loop naar hem toe. Ik denk, wat heb jij nou op je neus zitten, Dennis? Weet je zo? Ja, pleister. Ik zeg, maar pleister? Ja, als je denkt, moet die gasten rondleiden. Dat is een anti-kookpleister. Ja. Had hij met die gasten van de televisie, knipt hij zich op. Hij is een anti-kookpleister, hoor. Die gasten kunnen ook alles maken, toch? Ja. Dat is echt niet te geloven. Ja, mooi. Geweldig, hè? Helemaal niet. Ja, joh. Maar over tv gesproken, jij hebt ook nog dat Tattoo the Two of Us. Heb je ook nog een paar keer gezien? Ja, hè? Samen met de maat Willem en met Carmen was erbij. Ja. Fantastisch. Ja, ik vind het gewoon leuk om mensen gewoon echt te verkrachten gewoon. Echt, kijk dat. Als ze een grote mond hebben, ze doen met zo'n programma mee. Ik knal het er gewoon op. Heerlijk. En ik maak het gewoon dusdanig dat ze het ook niet meer wegkrijgen. Ik heb toen die ene gezien en dat was hij bij een wijfie. Hij op de poot had een toilet gemaakt met zijn wijf of zo. Maar dan ik wou er eigenlijk zijk wijf onder zetten, maar dan mocht dan hier de zijkert van. Ja, zijkert was het, ja. Ja, dat een tattoo. Wat vriend die al de bonje? Die zijn bijna uit elkaar gegaan. Ja, maar wat het rare was, je had hem gepost op Instagram en toen reageerde ze eronder van, ik ben er nog steeds blij mee. Ik denk, hoe zit dit dan? Weet je wat het mooie is? Toen waren ze uit elkaar. Dat meisje, ben je niet blij met dat ding, toch? Dat meisje stond twee maanden later bij ons op de zaak. En toen zei ze van, ik wil hem coveren. Ik zei, nou dat kan. Die wc-pot is een A4 groot. Dat wordt een flinke cover. A4 grote? Was hij zo groot? Ja, die was zo groot zo. Dat is een flinke reet ook, hè? Maar, dus ik zeg tegen de vrouwtje. Ik zeg, dat kan ik coveren. Maar dat kost jou gewoon 3 sessiekes. En dat kost jou... Ja, ik weet niet precies wat ik zei. Zeg maar, nou, laten we het houden op €1500. Want het was echt een flink stuk om te coveren. Zeg ze tegen mij, ja, maar MTV zou dat betalen dat jullie zou coveren. Ik zeg, nou, dat is toch alleen maar mooi. Dan bel je MTV op, ga je lekker een zak met geld halen, breng je naar mij, dan maken we een veel grotere cover. Ja. Maar het mooie was dat ze dus mensen beloofd hadden omdat wij het voor niks zouden coveren. Oh, echt? Ik denk, maar jij weet van niks? Nee, ik wist van niks. Ik denk, ga ik niet doen, ook niet. Stond aan de kleine lettertjes. Toen zei ik dus ook tegen dat meisje. Ik zeg, luister, jouw vriend heeft je dit aangedaan. Ik vond het alleen leuk om te zetten. Ik zeg, je ziet maar lekker met hem te maken. Ja. Ja, ik weet wel, we hebben een meisje die je kent uit Zeist. En die, ja, die herkent er ook. Die komt ook bij ons in de shop. En die heeft toen, volgens mij, Willem dat gemaakt. Zo'n hele grote vlinder in de nek. Klopt, met die penis erin. Ja. Super dik. Maar wie is dat dan? Ja, de vriendin van Suus. Ook een beetje Indisch vrouwtje, ja, was klopt. Dat, toch, of niet? Weet je, die het zusje van Dennis. Die heeft dat. Maar die wordt bij mij getat. Maar dat was een super tof vrouwtje. En ja, weet je, dat kort om dat weg te werken. Ja, dat is het lichaampje van een vlinder eroverheen zetten. Daar is iets, ben je een uur mee bezig. En als het lichaam van een vlinder eroverheen. Er stond zo'n penis in de nek. Ja, dat kan je toch gewoon weghalen. Maak je toch gewoon zo'n ja, wat deed je dan? Een obesitas vlinder met een vleugels. Doe jij cover-ups of niet, Andy? Ja, als ik veel zwart mag gebruiken. Ja. Want buiten mandala's en dat soort dingen om, zet je ook meerdere dingen of niet? Nee, alleen maar iedere dag. Daar koffie je ook mee dan? Ja. Dat is best wel een uitdaging dan. Ja, ligt eraan. Als er een stuk blackout overheen mag, dan is het vrij makkelijk. Maar het is wel moeilijker om te coveren. Ja. Als we wat grotere stukken gecoverd willen hebben of massieve stukken, dan moet het echt onder zwart. Ja. En anders dan laat ik ze eerst een paar sessies laseren en dan kunnen we er wel normaal overheen. Ja, precies. Vind je niet meer zo'n blackout dat die lijnen doorschijnen? Ja, ja. Van alles wat er nog dik op ligt, dat zie je er gewoon doorheen. Ja. Ja. En je moet natuurlijk super zwaar gepigmenteerde zwart gebruiken. Hè? Anders dan zie je er sowieso nog van alles doorheen. Ja, bij ons in de buurt zit er eentje. Ik zal geen namen noemen. Maar die heeft superwit.
Dus die tatoeëert alles. Die tatoeëert gewoon zwarte tribals. Tatoeëert ze ja, gewoon weg met wit. Die weet ik wel wie jij bedoelt. Ja, is schandalig. Gewoon. Die krijg je toch niet weg. Nou, nee, ik ken er wel eentje die het wel kan. Ja. Wat, Jimmy. De Hendrix. Ja. Ja, gewoon met wit wegwerken. Ja, die heeft zijn eigen gemaakte wit. Ja, oké, okay, snap je. Dat is, maar, dat is ongelooflijk wat die man doet. En terugzien en weg zijn. Wat ik dan meestal doe, zet ik er gewoon een nieuw stuk eroverheen. En ik ga een beetje wegkleuren wat doorschijnt. Maar hele stukken met wit wegkleuren, ja. Maar een ander vraagje dan voor jullie. Wat vind je van zwarte armen met wit eroverheen? Dat wil ik nog steeds een keer doen. Ja, ik dus als je interesse hebt... Ja, bij mij mag het hoor. Dan doe ik dat een keer bij jou. Ja, dat is prima. Dat mag je bij mij best doen. Dat heb ik al heel lang een keer willen doen. Ik ben toch al vernacheld. Dus. Ja, ik vind het wel vet. Ik heb het twee keer gedaan. Heb jij het gedaan? Ja, twee keer gedaan. Teruggezien? Ja, je moet alleen wel... Je moet het een paar keer erin zetten, dat ja, nou, ik heb Atomic White gebruikt. Atomic White? Die zat er meteen wel goed in. Alleen de zwart die eronder zat, was een lijning inkt. Dus die was niet zo zwaar gepigmenteerd. Geen triple X. Triple X... Als je daar met wit overheen gaat, dan moet je echt drie keer eroverheen. Triple X, dan... is zo'n silverback nog of niet? Nee, ja, Pantera. Heel, oh, okay, bijna alle merken hebben een packing inkt zwart en een lining inkt. Die lining inkt is dunner dan de packing inkt. Maar hoe weet je nou wat voor inkt het is dan? Het staat op de verpakking. Nee, maar dan... je hebt het zelf ingezet. Oh, zo, je hebt het zelf gedaan. Ja, je hebt zelf het zwarte gedaan en daarna het zelf het witte gedaan. Maar als ik bij jou zou komen en ik zeg van, hé, hey, ik wil daar wat zeg jij dan? Ja, kom maar op. Ja? Ja? Ja. Maar je moet het eigenlijk zo wat... Uit de vrije hand opzetten, want een stencil zie je bijna niet meer. Als je je lamp erop zet, zie je een beetje. Ik heb twee of drie van die stukken gedaan, weet je. En dan zie je op een gegeven moment, dan zet je de eerste keer dat wit erin. En dan komen ze terug na een paar weken. En dan denk je, ja, oké, okay, je ziet het wel, maar dan moet je het er nog een keer in knallen. Ja. Hoe heette die wit die ik toen altijd gebruikte ervoor? Starbright. Ja, die vond ik geweldig. Ja. Maar ja, ik vind die Fusion lekker. Ja, 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 die Bob Terrell. Fusion is ook lekker. Bob Terrell van Intense. Is die goed? Ja, die is super, super wit. Ja. Zit heel veel, je voelt het zelfs al als je een potje vasthoudt met een soortgelijk potje van Intense, dat die zwaarder is. Ja. Dat er meer pigment in zit. Maar is het zo, dot je het erin dan? Of dat nou, het beter blijft zitten? Ik denk dat je dan beter gewoon met een Magnum erin kan kleuren. Ja. Nou, ik heb toen de eerste keer gelijnd, maar ik heb ook een stuk gedaan met dots. En wat ik net straks zei, hè, dat ik met een 9 een snelle beweging maak. Nu was het een langzame beweging. Dus echt stipje voor stipje. Even erin houden. Precies. Ja, die snelle beweging maar dat, pakt nooit. Nee, die pakt niet. Ik ben ervan overtuigd dat als jij hem dot, je wit, dat hij beter blijft zitten als dat jij hem lijnt. Ja. Of wat dan ook. Ik denk inderdaad dat daar wel lijnen, als je hem wat langzamer trekt misschien. Maar wat is dat dan met die wit, joh? Waarom? Ik bedoel... Het moet meer settelen. Wat is dat? Wat geven ze een goede tip ja, voor? Volgens mij is het gewoon zo dat je die pigmenten die gaan eigenlijk tegen het zwarte aan het pigmentje aanzetten wat er al in zit. En dat is eigenlijk gewoon als je dezelfde hoeveelheid gaat mengen, dat krijg je uiteindelijk. En als je daarna laat genezen, dan nog een keer wit erbij zet, dan wordt hij dus. Hè, dan zit er twee keer wit in op datzelfde stukje waar één keer zwart op zit en zo. Denk ik, hoe meer laagjes daarin opbouwt, hoe heftiger dat wit blijft zitten. Maar er moet wel een goede genezing tussen zitten. Ja, precies. Ik zou zeggen, steek hem bijna tegen het kapot aan. Want dan komt het er ook weer uit, toch? Of niet? Ja, maar als je litteken krijgt, is het wel wit. Ja. Ja, of roze. Ja, maar hij kan tegen het randje aan, hè? Ja, sommige witte pigmenten die kleuren heel snel met de zon. Maar ik weet niet waar dat aan ligt. Hoe kan dat? Ja, misschien ook ja, dat zou kunnen. Dat durf ik echt niet te maar zeggen. Maar als jij een donkere man of vrouw binnenkomt. Zou jij met wit werken in een donkere huid? Nee. Nou, nooit gedaan eigenlijk. Nee, ik denk dat hij heel bruin wordt dan. Heel raar, een hele vieze kleur. Ik heb het één keer gedaan bij een maat van me. En dat leek net wel een wit behangetje. Was er 10 jaar tegenaan dat ze het roken. Ja, maar ik heb bij een Indo al een keer gedaan met alleen wit. En toen werd het al heel geel. Laat staan dat iemand heel donker is. Ja. Ja, maar het is ook... Kijk, mensen met donkere... Tenminste, donkere pigment. Mensen, laat ik het zo zeggen... Die zijn ook keloïd gevoelig, hè? Dus dat is littekenweefsel gevoelig. Ja. Dat heb ik van een chirurg. En het moeilijkere huid ook. Omdat als ze gaan snijden... Gaat of als heel ze snel, tatoeën, ja, heel snel... Het zet heel erg op. Ja. Dus ze hebben kans op littekenweefsel. De kans is groter, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar op het moment dat je gewoon op een blanke huid zit of wat dan ook, maakt niet uit. Op het moment dat ik met wit wat dingen ga doen, dan zie jij dat die huid al anders reageert. Ja. Op een, heb je dat niet? Ja, wel. Opzetten. En dan komen ze terug...
En dan de hele tattoo is goed. Behalve waar het wit heeft gezeten. Dat is toch even gaan... Ja, volgens mij is het pigment heel dik. Ja. Dus je krijgt het veel minder makkelijk de huid in. Dus je ziet dan ook altijd de lijntjes van de individuele naaltjes. Ja. Zie je de lijntjes erin zitten. En volgens mij is het puur dat het pigment zo dik is dat het veel minder de huid in gaat en veel meer erop blijft liggen. Dus er blijft gewoon veel minder achter. En hetzelfde als dat je met zwarte lijn trekt en je hebt hem niet diep genoeg of te snel gezet. Ja. Zie je die lijntjes er ook in zitten. Ja, dat is denk ik precies hetzelfde. Dus ik denk dat je ze ietsje dieper moet zetten en ietsje langzamer moet trekken. Langzamer laten lopen, ja. Ja. En dat doe ik meestal, weet je. Dat is, ben je voorstander van wit of niet? Witte inkt, Wat je net zei, dat wit over zwart, dat vind ik wel vet. Sta je erachter staan, daar sta je achter om die dingen te doen? Ja. Ik bedoel, want ik weet niet hoe het eruit zou te komen. Ja, ik deed vroeger ook wel eens gewoon highlights in mandala's. Ja? Alleen, daar ben ik geen fan meer van. Ik heb liever gewoon het contrast van het huid, om dat contrast te maken, zeg maar. Hoezo ben je geen fan daarvan, van die mandala's dan? Ja, ik weet niet, ik vond het in het begin met heel vrouwelijke ogen. En ik heb toch meer mannen dan vrouwen als klant. En ik vond het vaak heel rommelig worden, dat wit erin. En vaak geneest het niet mooi en de rest wel. Heel leuk voor een half jaar. Ja precies. En, maar wat ik zeg, hè, dat zwarte stuk met een patroon eroverheen en het wit, vond ik super tof. Ja. Je ziet dat Jeroen ook doen, hè? Jeroen van uit Venlo. Oh, je van Jansen. Ja. Ja. Ook met wit over zwart. Ja, ik zou het doen, maar dan zou ik het bij een bekende doen. Ik zou god niet weten hoe het blijft. Je moet het even uitproberen eigenlijk. Ik vind het wel goed wat jij zegt. Want daar denk ik dan niet aan. Ik bedoel, als je zeker weet wat eronder ligt, wat voor kleur zwart het is of weet ik wat. Dat je onderzoek, of tenminste dat je even onderzoek doet. Nou, wat is dit voor een inkt of wat dan ook. Want net wat jij zegt, als je die... Hoe is dat dan met waar wij mee werken? Met Dynamic. Dynamic is een lining inkt. Dus een licht gepigmenteerde inkt. Dus maar je hebt van Dynamic heb je volgens mij ook een triple. En die is dus voor heel zwaar. Van Leffen ook. Ja. Hè? Van Leffen. Ja. Leffen. Ja. Wat ik wel eens wil weten, weet je. We hebben allemaal wel eens klanten, weet je. Daar begin je aan. Je zet er een stencil op. En die trekken het gewoon niet. Weet je. En weet je, met gewone stukken. Heb je op een gegeven moment je kan er wel eens iets tegenaan plakken. Maar als jij zo'n fucking grote mandala hebt, wat eigenlijk bestaat uit dots over het algemeen, hoe ga je daarmee om dan? Als een klant zegt van, joh, ik trek het echt niet, maar je bent nog niet eens op de helft. Ja, het stencil moet af. Ja precies. Dus kan niet anders. Fuck it, en je bijt maar even op je tanden. Maar ik moet wel zeggen, als ik een hele grote maak en het is veel dotwerk, dan zet ik van alle vakjes eerst heel veel dun stippenlijntjes. Mm-hmm. En dan vanaf dat punt dat die stippenlijntjes er staan, kun je gewoon beginnen met invullen tot iemand het niet meer trekt of totdat de tijd op is. Ja, oké. Okay. Ja. En dat meestal zo'n, als ik laten we zeggen, 4 A4'tjes, mandala, alleen maar dotwerk, ben ik een uurtje bezig met stippenlijntjes. Dus dat gaat vrij snel. Dat trekken mensen altijd aan een uurtje. Maakt niet uit welke plek. En daarna, als je die vakjes gaat invullen, wordt het ineens vrij massief. Dan is die techniek ook net iets anders. En dan kan die wel wat zeerder gaan doen. Maar dan heb je in ieder geval de basis staan. Als ze op een gegeven moment zeggen van, ik kan niet meer, dan kun je er altijd weer mee verder. Gebeurt dat wel eens bij je? Dat mensen zeggen van, joh, weet je... Meestal trekken ze een dagsessie wel. Tenzij het een rotplek is of als ze er blackout bij willen. Blackout is wel echt 2 uur, 3 uur, dan zijn mensen echt klaar. En wat is bij jou een dagsessie? Van 11 tot 6. Ja. Maar er zitten tekenen bij, plakken, pauzes, dat zit er wel allemaal bij. Ja. Maar jij werkt ook vrij snel. Bij mij trekken ze niet langer dan 3 uur, hoor. Nee, precies. Dat misschien 1 op de 20 die langer dan 3 uur gaat zitten. 3 uur zijn ze allemaal helemaal ziek. En in die 3 uur zitten bij mij ook tekenen en zo bij. Maar... Want als je veel doet lijnen, veel doet echt kleuren, dat is veel pittiger, veel verzadiger. Maar mijn schaduwwerk kleur ik ook gewoon. Ja. Want ik kleur dat gewoon in mijn bepaalde tinten. Okay, precies. Ik zet dat er net zo grof in als dat ik mijn kleuren erin zet. Dus in het begin is het ook gewoon super zwart. Ja, dan dus heb jij gewoon mooi. Je vaste tinten echt naar... Ja. Precies. Ja. Ik doe heel veel met zwart, dus ik kan niet zo... Dan wordt het gewoon, ja, hoe harder je kleurt... Ik ook steeds meer met zwart en dan gewoon verdunnen met het wondvocht en het bloed en zo. Maar als je echt hele zachte dingetjes moet maken, pak ik ook wel mijn tintjes erbij. Maar ik kleur mijn lichtste tint gewoon bijna als zwart erin. Ja. Ben je dan zeg maar 6 weken verder, wordt die pas grijs. Ja. Dus als ik gewoon zeg maar een portret maak, dan ziet er in het begin als Zwarte Piet uit. Dan ziet het niet uit. Ja. Ja, was wel lekker houdbaar. Totdat het, ja, precies. Maar dan blijft het wel. Dan blijft het, jongen. Ja. Dat is zo. Mensen zeggen ook, maar, jezus, ja, maar ik wil hem niet zo donker hebben. Ik zeg, nee, wacht nog even.
Ja. Ja, maar dat is meestal. Je moet gewoon van tevoren zeggen van het is te zwart. En dan moet je erin kijken. Ja. En ook als ze tegen mij zeggen, ik wil per se iets zonder lijntjes. Dan zeg ik, dus goed, zet ik het zonder lijntje. En dan knal ik er alsnog gewoon een lijn in. En trek ik met een Magnum. Ja. Dus dan zien ze niet dat een lijn het is. Het werk maar dan... van Nick waar we het straks over hadden, dat is hetzelfde. Dat ziet er als het de deur uitgaat. Dat is super donker die avond. Maar als het daarna terugkomt, dan die tinten die zijn zo duidelijk zichtbaar. Ja. Zo... leesbaar, ook vanaf een afstand, zo strak. Ik vind het echt dik. Ja, maar juist, kijk, mensen zijn natuurlijk wel weer gewend door al die programma's en zo. Je had vroeger die Cat van die natuurlijk en die zette het portret op en dat was fucking licht, weet je. En dan zag je ook gelijk die foto. Als mijn man is vers, dan is hij vers mooi. Ja, maar ik had vaak wel zoiets als er twee zomers overheen gaan, zijn een paar stukken van die schaduw zijn weg. Dan zie je twee ogen en een neus. Precies, weg. En drie ruggenlichten. Alleen, het is wel wat de mensen eigenlijk verwachten op het moment, weet je. Ja, dat programma is natuurlijk ook een genezen foto, dus ja, dus het is gewoon je ziet het verse ziet er mooi uit en daarna wordt die geneest het niet meer mooi en dat is het veel vaak ook bijvoorbeeld met fine line, dat is vers, super strak, super mooi lichte lijntjes en heel strak, alleen uiteindelijk genezen is dat veel minder sterk dan wanneer dat het vers is en je dat is de rest van je leven is het genezen en de eerste twee weken vers. Ik heb een poosje met die Brent McCown gewerkt en die had altijd zoiets van dat zijn show tattoos. Weet je, dat is leuk voor op een conventie of een tv-programma, want je laat het zien, iedereen, oh, helemaal geweldig. Hij zegt, daarna wil je het nooit meer zien. Maar zo heb ik het ook op een conventie gezien. Iemand zat op een iPad, zat een tekening te maken van een skelet die in een spiegel keek en dan zag je een bodybuilder in die spiegel. Ik denk, nou, dat is een vet stuk. En die gaat een stencil maken. Wat? Zo. Ik denk dat het nog geen 2 euro muntje was. Ik denk, wat gaat die gek toch doen? En dan met een singelijnetje, moet puntjes in inschaduwen. En ik zeg tegen haar, ik zeg, luister, super vet dat je dat zo klein kan. Ik zeg, maar dat blijft toch nooit mooi? Maar die zei gewoon tegen mij, dat is alleen maar met een wedstrijd meedoen. Over 2 weken is het niet meer goed. Ja, je hebt ze wel, die Ben Grillo is dat toch? Ja, die Grillo, maar die maakt mini-portretjes met zijn bril op vingers. Die heb ik toen in Londen zitten. En dan op een vinger ook nog. Ja, dat vinger is al kut uit. Dat zit er wel in, hè? Ja, maar die Ben Grillo, die deed het inderdaad. Ik heb hem toen in Londen gezien, jaren geleden. Die zat ook echt met een, ja, weet je, een soort bril wat ze normaal hebben als ze je ogen meet of zo. Al die dingen erop. Maar die maakte op je oorlel maakte die het portret van je moeder of zo. Oh, en dan zag je ook alle aardjes. Dat kan niet, net veel te dikke kop. Nou ja, ik weet niet. Ik heb je oorlellen niet gezien, denk ik. Maar dat was echt wel, die maakte echt hele toffe dingen. Maar op een gegeven moment krijg je meer mensen die volgen. En ik weet niet of het... Ja, wat heet er ook aan? Als je zo'n portretje van je hond hebt Het is alles voor het super groot op. 1 been, gewoon 1 stuk. Ja, maar goed, kijk, als je dat soort dingen doet. Ik bedoel, die kleine portretje en het blijft. Bij die Ben Grillo bijvoorbeeld. Daar heb ik wel eens een stuk teruggezien, weet je wel. Nou, dat is niet normaal. Nee, maar weet je, ik hou zelf wel van tattoos, weet je. Dat als ik zeg maar 4 meter van iemand afsta, dan kan je zien wat het is. Ja. Een blinde man om zien. Ja, goed. Wel voelen. Gaat het door de jaren heen dan niet alsnog een beetje werken? Dat doet het altijd toch wel? Ja, natuurlijk. Weet je, over 20 jaar. Dat is ook zoiets raars, hè? Want dan mensen die na 5-6 jaar komen en die zijn op vakantie terug geweest. Ja, maar tattoo die is helemaal onder de bult en één keer op gaan zetten. Klopt. En... Heb ik met de Magenta gehad na 15 jaar. 5 jaar niks gedaan en in één keer... Nooit geen last van gehad. En na 15 jaar kreeg ik op vakantie bultjes en jeuken en krabben. En... Ja. Dus ik denk, wat jij zegt, Randy, een tattoo blijft werken, denk ik. Ja. Ja, maar aan de andere kant. De zon denk het wel. Ik weet niet, je hebt ook mensen, weet je, die al de hele leven honden hebben en die in één keer allergisch zijn voor honden. Ja, weet je? Dat is net zoiets. Ja, het menselijk lichaam werkt gewoon, dus... Ja, maar je stopt iets in. Ik heb het ook wel eens gehad, dat is 1 keer, een paar weken en daarna is het ook weer weg. Ja. Dus waar dat dan is, waarschijnlijk een soort van zonneallergie of zo. Tatoeëren is niet iets natuurlijks. Ik bedoel, dat zeg ik ook altijd. Je tekent een toestemmingsformulier. Ja, wij kunnen niet weten hoe het zit. Ik heb het zelf ook wel eens. Vooral bij elleboogjes ook, blaasjes en zo. Blaasjes, iets raars. Dan die rare dingen allemaal. Klopt. Ja, goed, weet je, zulke soort dingen hou je. Die bronzen schaduws en zo. En cherry schaduws en van... Ken je dat, weet je wel? Dat in bronzen kleur werken jullie daar wel eens mee? Nee, dat? Nog nooit. Dat zijn die Kurosumi's. Ik ken ze wel, maar ik heb er nooit mee gewerkt. Ik doe eigenlijk altijd... Ik heb eerst Pantera gebruikt heel lang en nu Dynamic. En ik meng eigenlijk mijn eigen grey wash, meng ik zelf, met Shading Solution. Heb je gewoon flessen voor staan? Ja, ik zet mijn cupjes neer en dan afhankelijk van wat ik moet doen of welke tint ik wil hebben of hoeveel tint ik wil hebben, doe ik zelf een bepaalde hoeveelheid zwart, een bepaalde hoeveelheid shading solution in een cupje mengen.
Ik was eigenlijk wel een voorstander van flessen van tevoren. Maar ja, die premix. Ik doe het vanuit het cupje. Ja, ja, dat is makkelijkheid. Hè. Maar je weet wat erin zit altijd. Een liter flesje. Je kan ook die premixes gewoon kopen en een schaal van 0 tot 10. Ja. Dan heb je 10 of 1 tot 10 heb je 10 flesjes. En, ja, dat is een beetje... Ja, ik gebruik je er 3 van waarschijnlijk. Ik maak het zelf altijd. Ja. Dat was gewoon met rozenwater. Ik gebruik gewoon al die volgemixte zooi. Dat deed ik voorheen. En nou, de laatste tijd ben ik bijna alleen maar aan het vellen. Ik maak gewoon echt gewoon literflesje. Nee, maar dan zet je zo'n cupje neer en dan doe je 5 druppeltjes. En ondertussen vraag hij wat. Er zit 7 in, weet je. Ja, ja, ja. En dan begin ik zo. En dan ik moet die hele arm gaan bijwerken. Ja, want ik heb een auto nog gemaakt. Ja. Heb je ook met kleurenstukken bijvoorbeeld? Hè? Ik bedoel, jij gebruikt natuurlijk al die... kleuren tegen elkaar aan of wat dan ook. Weet je altijd precies wat je gebruikt? Want als jij bijvoorbeeld aan een rugstuk bezig bent, en dat heb ik wel eens gehad, weet je, dan denk ik van kutzooi. Welke was het nou? Was het die seafoam of was het die, weet ik van wat erop lijkt, weet je wel? Je hebt die seafoam en... Mint. Ik heb eigenlijk 80 kleuren staan en dan kan ik het meeste wel uit opmaken. Net als bijvoorbeeld bij Gerrit kan 400 kleuren hebben staan, maar je moet bij iedereen op gaan schrijven wat hij gebruikt heeft. Ja. Maar dat heb ik niet, want ik pak maar 80 kleuren, allemaal van hetzelfde merk. En zit ik er in de tint langs, dan doe ik gewoon net alsof ik dat met opzet gedaan heb. Maar 80... Ja, snap je? Maar van die 80 kleuren heb je op staan, wat gebruik je nou echt hoeveel? Best wel veel eigenlijk. Toch veel? Het enige wat ik minder gebruik zijn de hele lichte huidskleurtintjes en zo. En voor de rest gebruik ik, heb ik bijna alleen maar solide, massieve kleuren. Waar ik er heel veel wel van gebruik. Die skin tone gebruik ik altijd om mijn fouten eruit te halen. Ik ook kofferen. Ja. Maar ik heb hetzelfde als ik in mijn Ori aan het zetten ben. En ik ben driehoekjes aan het maken. En ik ben dan even, ik zit niet op te letten. En ik zet dan een streepje te veel. Dan ga ik gewoon een heel draaitje terug. Zet ik hem er overal bij. Doe ik net alsof ik het gewoon met opzet gedaan heb. En niemand ziet het. Maar daar ontstaan weer nieuwe ideeën uit, hè? Ja, zeker. Vaak. Ja, dan denk ik, oh, dit is eigenlijk best vet. Met die Nautic Star, die iedereen wel een keer het verkeerde vakje van gedaan heeft. Man. Daar heb ik 1 keer fout gedaan. En daarna, ik dat is bijna nooit gebeurd. Oh, maar ik heb het wel gezien. Hè? Maakt niet uit. Een shop waar wij gewerkt hebben. En die had op een gegeven moment helemaal verkeerd ingevuld. Oh, ja. Maar het was ook niet zo'n kleintje. Dat was voor mij op een elleboog. Ja. Zo'n jak. Nee, weet je wat je moet doen, Pik? Je moet hem helemaal zwart maken. Dat is veel beter, man. Ja. Ik had toen het geluk dat het puntje was wat naar boven wees. Dus het was het middelste puntje. Ik zei, dan maken we die helemaal zwart. Want dat is het noorden, weet je wel. Ja. Daar kon je nog mee spelen. Romein, ja, soort van. Ik heb wel eens een tip gehad ook van, voor mij... Ja, dat durf ik niet meer te zeggen. Kofferen eerst met eggshell. Ken je die eggshell nog? Die... Klopt, dat heb ik ook gehoord. En geel. Van tevoren geel. Juist. Voor het kofferen. Ja. En dan kleuren. En dan daarna pas eroverheen. Ik durf niet meer te zeggen van wie. Maar toen ben ik begonnen met... Maar met dan moet het goed genezen zijn overheen. Ja, want als je het echt goed erin boort... Maar je overwerkt zeg maar de huid, man. Zo. Ja, maar dat wil wel eens weten. Als je nou zeg maar een naam hebt staan, weet je. En die verkering is uit, iemand weg. En ik zou eggshell pakken en je ramt het er lekker dan wordt in. Het probleem. Dan ga je... Dat gaat niet lukken, denk ik. Nee, omdat je weer een naam terug moet hebben. Dat bedoel jij of zo? Nee, dat gaat uiteindelijk gaat terug. Weet ik veel roze overheen of zo. Oh ja, maar dat is toch prima? Ja. Maar dan kan je denk ik beter eerst roze erop zetten. Ja, oké. Maar stel je dat eggshell, dat zet je erin. Dat laat je wel genezen helemaal. Ja. En dan moet je er pas overheen. Maar voor mij werkt dat juist op je kleuren, zeg maar. Ja, dat doe ik nooit. Want ik doe eerst zeg maar die roze erop zetten. En die eggshell kleur ik pas erin. Hetgene wat wel doorschijnt. Want als je het hele stuk met eggshell opkleurt, dan pakt jouw schaduw of jouw andere kleur pakt ook minder. Ja, klopt. Ja, precies. Dus dan kan je beter eens je stuk eroverheen zetten. Dan kijk je wat schijnt er door en dat ga je pas wegkleuren, denk ik. Ik heb het wel eens van tevoren al gedaan. Ik ook, maar dan vond ik dat de rest van mijn kleuren ook minder goed pakte. Dat is wel juist hetgene wat ik eigenlijk wou weten. Ja. Want dat heb ik ook wel eens gehad. Ja, dat klopt. Dan pakken ze minder goed. Nou, het ligt eraan wat voor kleur je gaat gebruiken, Janno. Ja, maar sommige kleuren, als je die in je huid stopt, dan verzadig je de huid. En als je er dan een andere kleur overheen wil doen, dan pakt gewoon minder. Pakt hij niet meer. En als jij gewoon de zwarte lijn zeg maar over je kofferstukje heen, dan heb je die zwarte lijn is al dubbel zwart. Dus die is lekker donker. Als je dan het stukje die langs even wegkleurt, valt het minder op. En hoe lang laat je hem dan genezen? Maand of 2 is eigenlijk beter. 6 weken, denk ik. Volgens mij als je het... Want onderhuids gaat dat proces nog best wel lang door. Hè? Het is echt nog een dik half jaar als het niet langer is. Klopt. En ik denk dus als je daarna eroverheen gaat, na 8 maanden of een jaar, zeg maar iets,
dat het er dan wel meteen goed pakt. Als die huid weer volledig genezen is, ook onderhuid. Ja, zolang kan ik niet wachten hoor. Nee. Nee, maar het is dan wat jij dat, zegt. Dat is ook vaak een beetje het eiereten. Mensen willen iets gecoverd hebben. Dan zeg je, nou, ga één keer of twee keer laser is beter. Nee, daar heb ik geen geduld voor. Maar ze hebben dan wel geduld ervoor als je er iets overheen moet kleuren. Nou, en je moet vier keer terugkomen. Nou, het ligt eraan wat ze willen. Soms hoeven mensen niet te laseren of wat dan ook. Ik bedoel, dan weet je gewoon, als je ze met veel zwarte eromheen kan werken. Waar je bijvoorbeeld ook veel mee kan doen met een lichte roos. Weet je, waar je die donkere bladen weer... Ja. Ik cover ook heel veel in één keer weg. Maar sommige stukken zijn gewoon ook echt niet te coveren. Maar als jij aan een cover begint bijvoorbeeld. Hè, mensen hebben dingen. Je denkt van. Oké, die krijg ik wel aardig weg. Aardig. Ga je eraan beginnen dan? Ja, zeker wel. Ja? Nee, maar dat je denkt aardig. Je zal wel wat zien. Ja, nou ja, dat, de stukken die doorschijnen. Ga ik dan op zitten kleuren. 2-3 keer. Kijk, als ik, dat is weer. Ik ben nou bij een vriend van mij toevallig afgelopen zondag begonnen. Die heeft alleen maar troep op zijn rug staan. Die heeft zijn hele rug vol staan. Ik ben er gewoon een draak overheen aan het gooien. Ja, maar met een draak kun je heel veel natuurlijk. Kijk nergens naar, mat. Ik zet mijn stencil gewoon erop. En ik ga dus gewoon hetgene wat ik normaal de wolken... Ik vind dat nog best wel schat ook eigenlijk. Gewoon een blast over. Gewoon eroverheen knallen. Precies, ja. Dat ben ik ook al. Dat vind ik bij mezelf dan, hè? Ja. Maar ik bedoel, niet iedereen is daarvan. Nee, als je iets lekker donker en zwart en dik eroverheen zet... en er komt nog van alles licht... doorheen. Ik vind dat fucking vet eruit zien. Maar mensen moeten daar ook genoegen mee kunnen nemen. Want ze hebben de rug al vol staan. Dus je bent geen handjes om. Nee, maar het is ook een beetje met laseren is het ook. Ik heb toevallig één klant. Die jongen die was ook een stuk aan het laseren. Weet je? Die had een naampje gezet en dat moest weg. En die hadden we naar Paul doorgestuurd. En Paul die zei ook al. Hij zei, ja, weet je, het kutte ervan is, weet je, dat je hem gewoon bij hun hebt laten zetten. Bij gewoon een shop. Hij zegt, duurt het gewoon fucking langer, weet je, want die naam zit er gewoon ingepompt. Als die nou gewoon ergens bij een thuis staat weer, of s'nachts Als je niet mooi wordt. Ja. En dan krijg je veel sneller weg. Ja, daarom. Ja, maar goed. Zei jij, Andy, zei jij er... In mijn hoofd zou het bijvoorbeeld echt weg moeten, dat ik zeker weet dat het weg is. Ik wil ook niks meer zien. Weet je, als ik denk van, nou oké, je kan nog hier en daar zien, dan begin ik daar niet aan. Ja. Hoe sta jij erin? Ja, het ligt er een beetje aan. Het ligt er heel erg aan wat de klant wil. En hoe erg het inderdaad is voor zo'n klant of dat er nog iets doorheen komt. Ik weet niet. Het is echt zo'n proces. Je gaat gewoon met elkaar zitten. Je gaat kijken wat hij wil. En als hij het inderdaad helemaal weg wil hebben. En ik denk dat dat niet kan met wat ik zou kunnen maken. Dan moet het echt gelezerd worden. Als ze het niet erg vinden, dan komt er een blast over. En dan zorg ik wel dat het... Ja, dat er veel afleiding is en dat het vrij donker is hetgene wat er overheen gaat op dat stukje. Maar je zal misschien echt nog wel stukjes er dan doorheen zien. En als ze dat niet erg vinden, vind ik het ook niet erg. Ja. Maar dan moet het wel een lekker groot stuk zijn. Dat het ook echt, dat je het niet met binnen de eerste 10 seconden dat je erop aan het kijken bent, dat opvalt. Ja, precies daar. Je moet het zicht gewoon op ander stuk. Ja. Dus als je hier een cover hebt, dan ga je hier gewoon iets super mooi zetten. Dat iedereen naar die schouder kijkt, dan ziet niemand meer wat eronder staat. Ja, het afleiden, afleiden. Kan je coveren met lichte kleuren? Nee. Zwart niet? Nee. Nee, maar gewoon dat je... Want ja, een lichte kleur die komt altijd... Op een gegeven moment, als het genezen is, dan zie je altijd weer... Tot doorheen. Denk, oh, het is weg, weet je wel. Denk je dan, het is echt weg. Nee, komt en dan terug. 2, 3, 4 weken later dan zie je hem gewoon weer... Ja, dat is waar we straks over hadden. Die zwarte pigment zit er gewoon in de huid. En dan zet je een licht pigment tegenaan. En in het begin ligt hij er nog een beetje bovenop. Hè, als die vers gezet is. Maar op een gegeven moment is dat... ingekapseld bij dat zwarte pigmentje. En dan gaan ze bij elkaar. En dan krijg je gewoon een mengelmoesje van de twee kleurtjes. Ik vind wel, zoals die grijstinten die wij hebben... van Fusion is die ook, toch? Ja, Fusion. Dus dark gray, light, medium, weet je wel? Ja. Daar kun je veel mee coveren. Met die je light hebt ook paars en blauw vaak ook heel veel. Maar die blue concentrate bijvoorbeeld... of die purple concentrate, weet je? Die hele sterke, dat zijn die kleine... Nou, dat is niet normaal. Daar haal je echt alles mee weg. Klopt. Dat is, Maar weet je wat het er vaak ook is? Ze willen tegenwoordig een cover-up hebben. Dan moet het kleiner zijn als het origineel. En een mandala. En ze willen alleen maar een hele lichte, mooie duif, weet je wel. Met witte highlights. Ik zeg, je krijgt inderdaad zo'n soort ornamentwerkje of mandalaatje, weet je. Met allemaal open lijnen. Ja. Doe er maar overheen. Ja, dan is dit gecoverd worden. Ja, hij mag niet echt veel groter. Nee, en hij mag niet onder mijn shirt uitkomen. Terwijl ze daar dan, weet je, mee bezig zijn. Die komen ze aan. Ja, want je hebt die programma's op tv. Ja, die jongens kunnen echt mooi coveren. Maar dan zit je te kijken. Dan hebben ze zo'n ding. En dan klappen hun er zo'n stuk overheen. Ja, dan krijgen iedereen het wel weg.
Ja, hun kunnen het wel. Ja, ja, ja. Dat snap ik. Ja, het zijn altijd van die lange gesprekken. Je bent echt mensen aan het uitleggen wat werkt, wat niet werkt. En, ik heb ook een keer op tv, er was iemand die had een witte met lichtblauwe troetelberen over een truibol gezet. Dat blijft niet mooi. Nee, misschien als hij vers is. Ja, maar, vers, maar... Als hij genezen is, niet meer. En wat denk je met zwart? Als ik bij jou kom met zwart, zo'n zwarte arm. En ik zeg, ik wil een hele kleurarm hebben. Overeen. Ja, zou je daarmee beginnen? Nee, ik denk het niet. Want die Lucky Diamond bijvoorbeeld, die meest getatoeëerde man toch? Die was helemaal zwart toen, hè? Weet je dat? Wij waren klaar. Ja, en die is, helemaal met kleur begonnen. Nou, ik denk niet dat het mooi blijft. Dat weet ik. Ik heb het niet teruggezien. Ik zou het wel als soort van experiment zou ik best willen proberen. Ja. Maar dat is een experiment. Dat kan ik nooit zeggen wat het... Want dan moet er alleen maar eigenlijk... Maar jij zegt van, ik ga met wit over zwart heen. Dus waarom zou je geen lichte kleuren kunnen pakken? Dan denk ik dat dat toch anders is. Je moet het hoogste contrast opzoeken natuurlijk. En wit staat het verste af van zwart. Ja. Als je lichte kleuren gaat gebruiken... Dan zal je waarschijnlijk wel nog redelijk zien. Maar ik denk zodra je de donkere tinten gaat pakken... dan geel en zo zie je sowieso niet. Jawel. Als jij geel over zwart heen... Nee, zou je oranje en gele kleuren en rode kleuren op een donker uitpakken? Nee. Getatoeëerd of een donkere huid? Ja, donkere mensen met geel. Dat ziet dat kan toch ook Ik heb ook een keer bij een Surinaams vrouwtje, wou kersenbloesempjes met heel licht roze. Ik zeg, dat pak niet. Nee. Maar jij wou dat per se, ik heb het gedaan, het zag er niet uit. Het was lelijk. Het wordt allemaal een beetje modderig. Ja, maar als je het van tevoren weet, Nicky, hè, dat je weet van, het gaat er niet uitzien. Waarom doe je het? Ik zou het niet doen. Ik het ook niet meer. Nee, precies. Maar dat was voor jezelf ook. Je wist ook niet hoe het eruit kwam. Nee, dat was de eerste keer. En ik had daar al gezegd. Ik zeg, ik denk dat het niet mooi blijft. En zou ook per se hebben. Ik denk, Dus jij zou dat gewoon niet meer doen? Ik doe het nooit meer. Dat is gewoon een leerdingetje geweest. Want ik heb laatst een jongen bij mij in de shop gehad. En die jongen was gewoon echt heel donker. Die was echt hele donkere huidskleur. Ja. En die wou een portret van een vrouw. Ik zeg, vriend, dat houdt niet. Want je ziet ze altijd zwart niet op jou uit. Ja. En ik heb dat uiteindelijk ook niet gedaan. En het mooie is dat hij later bij een vriend van mij in de shop is gegaan. En die dacht dat hij het wel voor elkaar kreeg. En die heeft zijn eigen in zijn vingers gesneden. Ja. Want die zei, het is niet te doen. Nee. Want je ziet het gewoon niet. Maar wist hij het niet? Of? Nou ja, die dacht eigenlijk dat hij door middel van goed zwart en zo, dat je het wel voor elkaar zou krijgen. Maar die jongen had echt zo'n donkere huidskleur. Ja. Dat als je voor die muur zou staan, dan bij wijze van spreken niet had gezien. Dus dat zie je niet. Ja. Ik vind het ook bij sommige rappers hebben dingen in de gezicht staan en je ziet het gewoon al bijna niet. Het moet echt heel grof en heel duidelijk zijn. Het moeten dikke lijnen zijn of zwarte vlakken. En schaduwen heeft eigenlijk al helemaal geen nut. Je wilt toch ook achter je eigen werk staan? Dat je denkt van dat wil ik toch wel. Ik denk even iets diks van maken of weet ik veel wat. Het ligt ook heel erg aan wat ze willen. Als ze een heel grof opgezet stuk Maori willen bijvoorbeeld. Dat kan. Dat kan best. Ja. 100%. Maar iets heel ingewikkelds met heel veel detail, daar gaat het gewoon niet. Heb jij veel kofferwerk komt er binnen of niet? Bij jou vragen ze of niet? Nee. Nou ja, meestal, ik krijg gewoon heel veel sleeves. Ja. En dan is het gewoon 9 van de 10 keer, heeft iemand wel ergens op de arm misschien toch iets kleins staan. Ja, en dat is niet zo'n probleem. Dan krijg je meestal wel weg, maar nee, het valt wel mee. Hey jongens, even laatste vraag. Wat vinden jullie van, tatoeëren jullie ook andere tatoeëerders of niet? Ja. Ja? Waarom zou je dat niet doen? Dat is leuk. Maar is dat niet? Vind je dat niet anders? Dat is heel anders. Ja, dat bedoel ik te zeggen. Hetzelfde als dat je eigen vader moet tatoeëren of zo. Weet je wel? Vind je niet? Je bent met iemand bezig die het vak kent. Ja, ik wel in ieder geval. Tatoeëerders zelfs en de grootste zeikers die er rondlopen. Ik ken helemaal niet. Het gaat een beetje twee kanten op. Of inderdaad heel erg zeikerig. Of heel makkelijk. Kijk, als wij hier zitten. Als wij hier zitten en ik weet wat jullie maken. Nou... ik wil een tattoo. Dan zeg ik ook Andy of Nicky, ik wil een tattoo. Ja, wat wil je dan? Dat is nou jouw probleem. Ja, maar kom. Want ik, ik bedoel qua lijn. Ja, natuurlijk. Het doet bij mij als eer als een naaltje in de machine zetten. Maar ik vind dat altijd wel een raar iets. Weet je, als je een andere tattoo wil, dan denk je van godsamme. Dan is het net of dat je nog een keer je best moet doen of zo, weet je wel. Of dat je denkt van doe het goed. Ja, je eigen kinderen tatoeëert. Ja. Dat is ook zoiets.
Ik laat dan meestal, als ik dan naar een tatoeëerder ga, zeg ik ook gewoon, jij mag je stukje maken. Wil ik het nog niet eens zien, maak het maar, als ik het wel eens klaar is. Dat doe ik ook vaak. Weet je, dan merk ik gewoon zoiets van, joh, weet je, ik vind jouw werk vet. Ja. Kijk jij maar wat je erop wil zetten. Ja, ja, het enige nadeel is, weet je, ik merk van mezelf wel dat ik wel tatoeëerders ga uitzoeken. Waarvan ik denk van, oh, die werk ook lekker rap. Ja. Weet ja, je, ja, ja, sommigen ja, die maken echt fucking dik werk. En dan zit ik er wel eens bij te kijken en denk ik, jezus, zijn ze nou nog maar daar? Ja. Ik moet er niet, ik wil niet degene zijn die daar ligt. Nee. Want ik zie binnen 5 minuten zie ik een tunnel met wit licht en mijn oma en weet ik veel wat. Ja, 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 ja. Oh, wat een ellende. Dat zijn echt zeikers, hè? Oh. Ja, ik laat ook echt alleen nog maar tattoos zetten die niet langer duren dan 2 uur. Ja, nou, dat vind ik helemaal klaar. Ja. Ik doe helemaal niks meer. Mijn buik moet nog afgemaakt worden en ik ben er gewoon mee gestopt. Ik ben er echt geen probleem. Jij bent wel heel rap gegaan de laatste jaren. Ik heb alles dicht staan. Alleen mijn buik moet nog gekleurd worden en 1 knie holt er nog. Ja, maar laat je er lekker open pikken. Dat doe ik gewoon. Voor mij is het ik zeg altijd tegen iedereen, die mogen mijn kinderen later inkleuren. Maar ik wil nooit geen kinderen. Ja. Dat is zo. Huh? Jongens, wij moeten afronden. Want de tijd zit erop, Janno. Het was weer een supergezellige avond. Ik wil Andy van Rens heel erg bedanken voor je komst. Ik wil Nicky van Minderhout heel erg bedanken voor jullie komst. Supergezellig. Ja, leuk dat jullie waren, jongens. Vergeet niet te abonneren op Inksmijters, de podcast. En mensen, dank jullie wel. Super. Hey, tot de volgende. Hoi.